is. Maar die zijn ondertussen teruggegrepen? Ik denk dat ze nog altijd weg zijn. Er is een kopgroep van de man of, ik schat een 6, 7, 8 renners. Met 3 van Corendon bij. En dat zijn toch wel grote namen. Met Dries de Bont dat erbij zat, denk ik, gezien te hebben. En dat is natuurlijk een renner die ze niet mogen laten rijden. En daarmee dat er eigenlijk nu zoveel nervositeit is in het peloton. Je ziet ook hier de renners van Wallonie-Bruxelles. En de renners van Metek die het tempo op kop rijden. Maar die Dries, dat is een kopgroep toch niet deze? Deze volgens mij die kopgroep die zit bekend in Dessel, denk ik, in Dwitgoor. Die zijn bekend bij mij aan de deur. Ik denk dat ze nog een klein stukje moeten rijden, maar ik denk dat ze nu van Balen naar Dessel aan het rijden zijn. Ja, naar Postel, maar te just heb ik een beeld gezien. Die kopgroep krijgen we niet in beeld, maar volgens mij... Ja, maar de Ben Seger staat aan die kasseistrook waar dat die mannen gepasseerd zijn. Ben? Kan dat van nu harder? Hou zeker, ja. Van vroeger precies. Ja, is dat toch een ontsnapping of is dat dan niet? Dat is gezichtsbedrog misschien. Dames en heren, hier zijn. Ja, de eerste renners passeren hier. God miljard, dat gaat rap. Dat gaat toch 41 per uur zijn, denk ik. De volkwagens en nog draaimontage. Zijn voorzichtige mannen. Ja, maar ja. Hetzelfde geldt leden tegen de kust, hè. 40 per uur, Dries, ik denk dat een stukje rapper gaat. Hè. Ik denk het wel. Ik denk dat op deze moment toch wel ver boven de 50 gaat gaan. Hoe zit dat bij de motocross, Joël? Hoe hard gaat de gelden er eigenlijk? Ja, topsnelheden die liggen natuurlijk een stuk hoger. Hè. Dus bij ons dat het wel, ja, dat zit boven de 100, hè, dikwijls. Hè. Maar de gemiddelde snelheid, daar staat een reglement op. Zelfs de gemiddelde snelheid mag maar 50 per uur zijn. Ondertussen 55, dacht ik. Dus als die gemiddelde snelheid te hoog ligt, dan leggen ze er meer bochten in, laten we zeggen. Dan doen ze de snelste, doen ze dan echt vertragen voor de veiligheid eigenlijk. Dus met topsnelheden blijven nog altijd wel 100, 120 geweest. Hè. De grote prijs Rick van Steenbergen, dat is natuurlijk een koers met geschiedenis, mannen. En daar is een zekere Staf Willemsen, die in Beersen woont, of in de buurt van Beersen, en die wist daar blijkbaar vanmorgen alles over. De Ben had hem toch wel te pakken, zeker? Ja, we staan hier aan de start van de Memorial Rick van Steenbergen in Beersen. En ik heb hier even mij, hier een zekere Staf Willemsen. Dag Staf. En jij, Staf, jij hebt een boek geschreven, De wielrenners van Beersen na de Tweede Wereldoorlog. Vertel er eens iets over. Wel ja, voor 2 jaar ben ik daarmee begonnen als hoofdartikel van de jaarboek van een heemkundige kring. Ja. En ik heb zo ongeveer een 69 renners geïnterviewd. 69? 69, waarvan er momenteel enkele gestorven zijn helaas. Nee. Maar 69 wielrenners die geboren zijn in Beers. En je hebt die allemaal geïnterviewd, je hebt die een verhaal laten doen, dat staat nu in je boek. En is er nou zo'n ene wielrenner, staat dat je zegt van, den D, dat is hem eigenlijk. Van Beersen, van Beiers. Ja, ene wielrenner ben nee dat ga ik niet doen. Maar ik ga zeker en vast, moeten we Lode Poelske, in ja. Alhoewel is hem niet geboren in Beersen, in Merks was, maar heeft altijd in Beersen gewoond. Ja. Heel belangrijk persoon, maar daarnaast ook Kareltje Borgman, Charlesje Borgman zeggen ze hier in Beersen. De Kurl. Ja, Charlesje. En dus hij heeft heel veel gereden samen met Rick van Steenbergen. En dan hebben we ook nog Ortair Goossens. En ik ga hier een foto van laten zien. Van Ortair. Van Ortair. Goeie naam, Ortair. Zeg maar, schoon hè, met kleurenfoto's, A-foto's. Hier, Ortair Goossens. Ah, ja. Bij zijn laatste rit samen met Rick van Steenbergen en Rick van Looy. Ja, u ziet, oh, ja, prachtig. De twee kijken hier naar elkaar. Want ik denk niet dat ze elkaar konden luchten. Het waren nou geen vrienden, hè? Ik denk het niet. Maar ja, maar dat is goed in concurrentie. Allee, prachtig. Maar het gaat dus van direct na de Tweede Wereldoorlog tot de huidige generatie wielrenners van Beersen. Zie je ze aan. Ja. Dat is eigenlijk een hebben ding. Dat moet iedereen hebben. Iedereen die van wielrennen houdt, ben, die zou zoiets moeten hebben. Voilà. Maar ze zijn altijd te krijgen bij de heemkundige kring in Beersen. Ah, prachtig. Heel fantastisch. Ferme mens. Ja, bedankt. Joël, zou dat niks voor u zijn, jongens, een boek schrijven over de motocross? Ja, daar zijn al wel wat boeken over geschreven. Jij hebt ook het een en ander meegemaakt, dus een beetje een inside. Zo, ja, zo'n carrière. Ik heb met afsluiten van mijn carrière heb ik ook zo een beetje een review gedaan. Hè. Een overzicht van mijn carrière. Dus dat is eigenlijk inderdaad wel, dat is wel interessant. Want op 20 jaar de wereld rondreizen en topsport doen, dan kom je wel iets tegen. Dan krijg je in de kleren en in het lichaam.
Absoluut. Dries, we zitten hier aan de aankomststreep in Arendonk. De organisatie heeft kosten of moeite gespaard om dat hier allemaal proper te maken. Hè? Inderdaad, het is heel goed georganiseerd eigenlijk. Complimenten aan de organisatie. En de juiste naders. Ja, wel. Er is heel veel over te doen geweest de laatste koersen. De laatste koersen is er veel commotie geweest met een valpartij met de oude naders. Waarbij dat de pootjes eigenlijk uitstaken op de weg. En daar is over laatst Hodeg van Quickstep heel hard op gevallen. Met toch serieuze breuken tot gevolg. En het weer zit enorm mee. Zowel voor jullie in de motocross kon het niet genoeg regenen. Ja, het is te zeggen, jullie waren niet vies, al een beetje modder, hè. Dat is wel zo. En ik denk ook bij ons, misschien dat wel, als bij ons modder was, dan werd het eigenlijk, hè, dan werd het eigenlijk niet echt gevaarlijk. Terwijl, ik denk met de koers, ik rijd zelf ook redelijk wat met de velo op de weg. En als het regent, en zoals Nijder liggen er niet veel blaren op de weg, dus dat valt nog mee. Maar dat wordt echt glad en gevaarlijk. Maar bij ons eigenlijk, als het bij ons modder was, dan ging de snelheid ook naar beneden. He, terwijl eigenlijk die coureurs, die blijven bekam even net rijden. Die moet natuurlijk in die bochten veel net erop passen. Maar bij ons ging de snelheid naar beneden. En als het modder was, het weer moeilijker en zwaarder en technischer. Maar eigenlijk werd het niet gevaarlijker. Dat was wel de goede kant. Bevoorrading, dat was er niet in de motocross, maar wel in de koers. En ze hebben juist bevoorrading gekregen, hebben we vernomen. Wie stond daar? De band natuurlijk. Helemaal mensen met drinkflessen, wat het daarin zit, dat mag ik niet zeggen. Het zal geen duivel zijn. Iets van Jas Farmaceutica misschien, een pil van Pol Pil. Nee, ik denk het ook niet. Ik hoop Campina meer, maar hem staat ook niet meer zeer. Ja, de bevoorrading is gebeurd. En we zijn terug aan Ruud. Schitterend weer vandaag. Belangrijk, Dries, dat als die koers, zoals nu, die wordt nieuw leven ingeblazen, dat goed weer is. Het volk komt erop af, we hebben het al gezien, veel schoolvolk. Ja. Het drankje kan buiten genuttigd worden. Voor een organisatie belangrijk, hè? Ja, een koers valt of staat met weer. Toch zeker een nieuwe koers. Het is de eerste keer dat ze georganiseerd wordt of opnieuw op een andere locatie wordt uitgebracht. En het is altijd leuk dat het goede weer is, dat de mensen buiten kunnen komen. Er zit er heel veel, eigenlijk heel Arnhem, zie ik er op de been aan de finish. Dus het is mooi. Vanmorgen zijn we gestart in Beersen voor een koers van net geen 200 kilometer. En Ben Segers die had Stefan Poortmans schepen in Beersen voor de microfoon. Ben. Ik sta hier bij de schepen van bij Stefan Poortmans, de schepen van Beersen, de schepen van de economie en wat nog? Alles wat met vrije tijd te maken heeft. Alles wat met vrije tijd te maken heeft. Hoe blij zijn jij, Stefan, dat je hier de koers Memorial Riek van Steenbergen vandaag kan starten? Wat betekent dat? Ja, dat is fantastisch voor onze gemeente. Hè? Beersen is sowieso al een heel belevingsvol dorp en als het iets of wat goed weer is, staat heel Beersen buiten. En wat kunnen we dan beter doen dan een koers naar Beersen halen? En dan vooral de koers van de Kempen. In de toekomst gaat dit echt een blijver worden. We zijn er ontzettend blij mee dat we de Kempen daarmee terug op de kaart kunnen zetten. Ja, prachtig. En al, ja, heel Beersen is hier op trot. Er is niemand thuis, iedereen staat hier nu, dat is toch geweldig. En degenen die nog thuis zitten, die zullen straks alleszins nog hier komen. Hè. Dus het feestje gaat nog maar pas beginnen. Dus we zijn er bijzonder blij mee dat de mensen hier vandaag zijn. En we hebben een goede sponsor, het goede weer. Voilà. Prachtig, hè. Dan wens ik u een aangename, fantastische dag. En ja, bedankt. Ja. Succes en aandacht straks ook. Ja, bedankt. Dank u wel. Dag. Joël, jij bent een man van de streek. Ik kan me voorstellen dat jij het plezant vindt dat er terug koers is in Arendonk en in de Kempen. Ja, koers, dat is toch deel van onze geschiedenis eigenlijk. Hè. Motocross misschien ook, maar voetbal, samen met voetbal is koers echt wel... de Kempen staan bekend, denk ik, voor zijn bekende coureurs. En ja, in Dessel, in het Witgoed en Dessel leeft dat ook wel heel uit. Want als ik nog het schema hier zie, dan zijn ze volgens mij het peloton. We hebben er geen beeld van. Maar die zouden bij ons aan de deur moeten gepasseerd zijn. En ja, inderdaad, ook in Dessel leeft dat geweldig. Hè. Dus wel redelijk wat allerlei wielertouristen ploegen en ook mountainbike ploegen, zelfs vrouwenploegen en zo, dat leeft wel. We hebben een BMX natuurlijk ook. Bij ons in Dessel, niet vergeten, volgend jaar ook een hele belangrijke wedstrijd. De finale van het EK, tweede weekend van juli, wordt bij ons in Dessel op Joel Smets BMX-circuit gereden. En onze grote vedette, dat koersen, is, ook al is hij niet meer actief, maar dat is een blefte Stig Broeks natuurlijk. Hè. Geboren en getogen in Dessel. Ook zijn roots in een BMX gelegd bij ons, gelijk als veel coureurs wel, denk ik. Dus dat koers leeft zeker en vast ook in Dessel.
Oké, Joël, we horen u straks terug. Ondertussen denk ik dat Jurgen van den Broek ook arriveert. Dus, die gaan we dan zelfs nog wel horen. Maar wij hebben Yves Kolen, een man uit Turnhout, die vanmorgen aan de start was. En Ben had hem natuurlijk weer te pakken. Yves, ga zijn van Turnhout, ga zijn naar Razechte Kempenaar. Yves Kolen trouwens. Hè. Hoe kom je in een Hollandse ploeg terecht? Hoe kom ik in een Hollandse ploeg terecht? Dat is misschien een goede vraag. Omdat zij volgens mij de enige waren die nog in mij geloofden vorig jaar om mij nog een contract te geven. Ja. En ik denk dat dat de enige reden is dat ik hier in de Hollandse ploeg rijd. Ja. En omdat het in Holland vaak ook beter geregeld is dan in België, vind ik. Ja. Zeg maar, Yves, allee, er zijn mogelijkheden vandaag. Hè. Hey, je bent rap. Je bent een rap en boy, zeker in groep. Normaal gezien wel, ja. En ik hoop dat het een beetje nog iets of uit elkaar gereden wordt. Dat het niet echt met 100 man aan de RIV is, maar eerder met een man of 40, 50. Ja. Dat heb ik liever, zoals gisteren dan bijvoorbeeld in Tax Pro. Ja. En dan zijn er misschien wel kansen, ja, voor kort te eindigen. Ja. Zeg, de Piotr Havik, hè, dat is dan dat is de kopman zeker. Hè? Want die staat zo wat bekend als men rijden is, dat hij zo zijn mond nogal zwaar openzet. Hè? De vliegenvanger eigenlijk. Hè? Is de, wordt toch gezegd, hè? De vliegenvanger. Hoe is er om daarmee samen te rijden? Ja, ik denk dat hij zijn mond gewoon zo wijd openzet, omdat hij gewoon zo hard aan het fietsen is op dit moment. Want ik kan wel steenhard met de fiets rijden. Om lucht binnen te krijgen en geen vliegen. Ja, die vliegen is gewoon bijkomstig, denk ik. Maar ja, vandaag heeft hij ook nog wel kansen. Omdat hij nog best kort staat aan het klassement van een bingo. Dus voor hem is vandaag nog wel een best een belangrijke wedstrijd. En aangezien ik hier kort bij woon, dat ik de wegen ken, zal mijn taak ook een beetje bestaan in hem zo goed mogelijk door de wegen te gidsen. Yves, ga je zijn met de man. Dank u wel. Ga ik al binnen. Proficiat. Gaat het goed, hè? Jo, dank je. Dat was vanmorgen, de ploegvoorstellingen. Jurgen van den Broek ondertussen komen bijzitten. Jurgen, bekend als, ja, we mogen dat zeggen, Jurgen, hij is gewoon de beste klimmer van de Kempen ooit geweest. Hoe belangrijk is die koers en het feit dat die koers er terug is voor de Kempen en het Kempens wielrennen? Ik denk zoals dat net Joël al zei, heel belangrijk. De Kempen hebben toch mooie wielrenners teweeg gebracht in de geschiedenis en in de toekomst misschien ook nog. Hoe komt dat eigenlijk, dat als je dat lijstje begint te bekijken van ja, renners die potten gebruiken hebben, wow, dat zit vol Kempenaars. Hoe komt dat? Oh, ik heb er eigenlijk geen flauw gedacht van. En jij had het al als voorbeeld, een van die mannen, om te zeggen van ik ga voor het wielrennen kiezen? Nee, totaal niet, want ik ben eerst zoals de meeste in het schotten begonnen. Van mijn 6 tot mijn 12 jaar. En dan eigenlijk een beetje ingerold in de koers. En ja. Ik heb wel wat koersen gereden in de Kempen. De Schilderprijs vroeger ook door de Kempen, dus dat was wel plezant. Schitterende streek om door te rijden, Jurgen en Dries. Jurgen, jij misschien hier even langs het jaagpad. Ja. Altijd fantastisch, hè, kijk eens aan. Heel veel gereden achter een brommer, dus die wegen ken ik wel heel goed. We zijn nog op 70 kilometer van de aankomst. Dat is het groepje dat gewoon een serieuze voorsprong heeft, Dries. De vraag is dan altijd, gaan ze dat houden? Ja. Dat is de vraag, dat is het mooie aan de koers. Misschien wel, misschien niet. Dat weten we niet. En dat is het mooie aan de koers. Maar er zitten niet meteen gasten bij die een bedreiging kunnen vormen voor de Baptiste? Of zien we dat nu verkeerd? Ik zou denken, Dries de Bond, dat hij wel redelijk kort bij stond in het klassement. Ik denk Jimmy Janssen zit er ook bij, nummer 3 bij. Dus het is wel een kwalitatieve kopgroep. Dat wel. Ja, want de leider, zie ik 38 punten. Van Staaien, die derde staat, want Terpstra staat tweede. Martin is er vandaag niet. Van Staaien staat dan derde. 26 punten, dat zijn er 12 minder dan de leider. Adrien Petit, 24, dat zijn nog eens 2 minder. En Hugo Hofstetter, 22 punten. Die staat al op 16 punten. Ja, dat wordt moeilijk natuurlijk. Hè. En ik kan me voorstellen dat die ploeg van Baptiste Plankaert, Jurgen, die gaat ook nog wel wat proberen straks om dat gat dicht te rijden. Hè. Ja, ik denk het wel. Er gaan altijd een paar ploegen die interesse hebben in de dagoverwinning. En dan natuurlijk de mannen van het klassement. Ik denk ook dat het meespeelt dat het ploegklassement van die punten volgend jaar. Dus er zijn wel verschillende dingen te winnen vandaag. Ja, want we zitten daar met een paar ploegen die zouden kunnen promoveren. En dit is een extra koers, dat zijn extra punten, Dries. Ja, dat klopt. Het is momenteel belangrijk om bij de eerste 2 pro-continentale ploegen te staan. Om automatisch startrechten te verwerven voor de grote koersen. En daar zijn ze nu mee bezig. Daar zijn ze heel,
heel hard mee bezig gaan. Er zijn ook flink wat renners, Jurgen, die nog moeten koersen om zich te laten zien, om volgend jaar een ploeg te pakken te krijgen. Heb je dat eigenlijk ooit voor gehad? Want mijn gevoel zegt van ze zijn nu al te komen halen. Komen halen? Nee, maar ik had het geluk dat ik niet zo lang moest wachten natuurlijk. Maar er zijn er natuurlijk altijd wel, ik heb het net geleden in de krant gelezen, zijn er heel veel zonder contract. Ja. En dan is deze dag wel heel belangrijk, ook omdat het rechtstreeks op tv komt. Dus, maakt dat dan de koers wat nerveuzer? Ik denk wel dat we in de finale gaan zien dat het veel nerveuzer gaat zijn dan anders. Want we hebben een schoon groepje, Dries. Ja, ja. Goeie honderd man. Ja, inderdaad. Het moet geen groot peloton zijn om een zware koers te krijgen. Het moet ook niet de meeste world tour ploegen, zal ik zeggen. Dat hoeft ook niet om een zware koers te krijgen. Een van de ploegen die meerijdt is de ploeg Corendon. Jimmy Janssens was vanmorgen uiteraard bij de start. En Ben Segers ging een kort babbeltje met hem slaan over de dag van vandaag. Ja, dames en heren, we staan hier bij Jimmy Janssens. Jimmy, vandaag alles misschien op Belgisch kampioen Tim Berlier, maar is het misschien ook eens niet uw tijd om eens te gaan hier in de Kempen? Ja, ik denk dat wel plezant is. Het is over mijn trainingswegen en om mee te zitten. Ik denk dat wel leuk is. Ik ken altijd volk langs de kant. En, maar sowieso spelen we wel op Merlier. Ik denk dat hij vandaag de snelste is. Nu beschadigd zijn, Jimmy. Ga ik altijd ook. Ga je ook rap, hè? Ja, ik ben niet snel aan de meet, maar ja, like ik zeg, we gaan proberen als team vooral voor de winst te gaan. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, ja. Maar zo'n drie kleuren in de ploeg, dat geeft misschien wel een extra boost om te gaan. Ja, dat is waar. Dat geeft altijd moraal. En, we hebben alle vertrouwen in Tim. Dus. Fantastisch. Ik wens u heel veel succes, Jimmy. Dank u wel. Dank u wel. Yo. Zilvermeer in Mol, ooit op het strand nog gelegen, Jurgen? Gelegen nee, maar wel een feestje geweest aan mijn carrière. Ah, feestje na carrière, daar willen we meer over horen. Was het een leuk feestje? Redelijk leuk, ja. Schone afsluiter. Ja, afsluiter niet, gewoon na de carrière ga ik elk jaar naartoe, dus een goed feest. Oké. Okay. Ik heb wel heel gekend, dus legacy. Dus, Zeg, waar dat de meeste mensen zich misschien de vraag over stellen nu, waar ben je vandaag mee bezig? Eigenlijk zo'n beetje projectontwikkeling. Ah. En dat we de rest van alle sporten een beetje geneten en proberen niet te veel af te zien. Hè. Wel niet te veel af te zien, ik heb me laten vertellen. En je hebt mij daar straks zelf een paar dingen verteld. Dat je met marathons bezig bent, dat is toch niet direct niet afzien. Ja, maar meer op de velo, hè. Zalig, maar projectontwikkeling. Je hebt jezelf een tijd als project ontwikkeld, hè? Dus op dit vlak is dat wel een verlengstuk aan de carrière. Ja, eigenlijk wel. En je moet altijd een beetje een weg zoeken naar de carrière, wat dan niet gemakkelijk is. En dan moeten we een tijd verpakken en gewoon rustig aan bekijken van wat mijn koestingen, wat wil ik doen en wat kan ik doen. En je zit er heel goed mee bezig, Jurgen. Voilà. Dries, wie hebben wij ondertussen vooraan? Hebben we ondertussen al kunnen oplijsten? We zijn nu aan het kijken naar de rug van Oscar Riesebeek. Maar wie zit er verder nog in, weten we dat? Daar zit Dries de Bon bij, dus de man die nog relatief goed staat in het klassement. En David Boucher hier in beeld. Toch ook een man die altijd aanwezig is in de vroege vlucht. Ook enorm gedreven en goede gast ook. Walsleben, ex-crosser denk ik. Ja, ja, ja. Dat zit er ook wel bij. Roompot, daar hadden we vanmorgen met Michael Bogert, de ploegleider van deze man hier, die net in beeld passeert, die Oscar Riesbeek, wel Michael Bogert. Zijn verhaal vanmorgen. Ja, Michael Bogert, de ploeg stopt, had ik begrepen. Dat is toch jammer? Dat is zeker jammer, ja. Er is niks aan te doen. Het is heel moeilijk om in deze tijd een hoofdsponsor te vinden. En, het is ons niet gelukt. Oh, dat is jammer. Maar misschien vandaag is dan de laatste koers of zo. Misschien toch nog, geeft dat misschien een extra boost of een extra kracht om te zeggen van kom al, we gaan. Nee? Nou ja, voor de jongens wel. Ja. Er zijn nog een aantal jongens bij ons binnen de ploeg die moeten een ploeg vinden. Dus ja, die moeten zich nog steeds in de kijker rijden. Dus vandaag een uitermate geschikte dag voor. We staan zelfs nog met een renner heel kort in de bingo club, of cup. Dus die zou hier nog eventueel kunnen winnen, versta je. Dus ja, die moet wel extra gemotiveerd zijn, daar ga ik er in ieder geval wel van uit.
En kunnen wij niet iets regelen om de ploeg terug in leven te wekken of zo? We kunnen het niet doen, hè? De Ben Seger Cycling Groep of zoiets. Als je een zakje geld voor me hebt, dan regelen we dat. En waar geld bij? Ja, wordt er gezegd. Dat kan altijd. En misschien moet je zo de jongens een beetje opnaaien, dat die een beetje extra de best gaan doen om de ploeg nog een beetje in een goed daglicht te zetten. Michael, komt goed. Echt waar. Goed. Bedankt. Merci. 2,5 minuut heeft de kopgroep nog op het peloton. Dus dat blijft nagenoeg status quo. Ondertussen bij ons in de studio plaats komen nemen. Als je RTV zegt en als je RTV Sport zegt of RTV Nieuws zegt, dan denk je maar aan één naam. Dat is Frans Schillebeeks, man uit de Turnhout en als het ware verweven met de regionale televisie RTV. Frans, hartelijk welkom. Ik denk dat jij ook een gelukkig man zal zijn dat deze koers terug is. Klopt, we hebben al heel veel gezien uiteraard in de Kempen ooit, van aankomst of doortochten vooral van de Tour de France, we hebben de beker van België wedstrijden, we hebben al zoveel gehad, we hebben kampioenschappen gehad, denk maar aan Geel, dat had heel lang eigenlijk het forum was van aankomsten van de verschillende Belgische kampioenschappen, waar ook Tom Bonen ooit is gewonnen. Klopt. Dus, en dat terug in de streken mogen meemaken, ja, dat is inderdaad leuk, hè. Ja, en een koers met start en aankomst in de streek, helemaal rijden door de streek, want vroeger Grote Prijs van Steenbergen, die passeerde wel door de Kempen, maar uiteindelijk start en aankomst was dan in Antwerpen. Ja, dat was zo de slagroom op de taart, de crème fraîche die ontbrak. Het is inderdaad totaal anders. We hebben heel de week eigenlijk in de aanloop naar de Grote Prijs van Steenbergen items gebracht daarover. En dan bleek toch wel dat de 28 gemeenten waar ze doorrijden vandaag, dat die allemaal in ons zendgebied liggen. En dat is eigenlijk een hele leuke. Dat is het wat u net aanhaalt en we het verleden nooit gehad. Aankomen in Aartselaar, dat ging misschien wel eens even door de Kempen, maar dit is totaal anders. En we hebben in de week ook nog gezegd, het gaat van Hoogstraten tot in Balen, het gaat van Baarle-Hertog tot in Geel. Ze maken nog lusjes in Arendonk. Het is alles, hè. En dan die aankomst in Arendonk. De geboorteplaats, Dries, jouw woonplaats. Ja, daar wordt de mens warm van, hè? Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat ik er zelf niet kan bij zijn. Ik had er eigenlijk graag bij geweest. De afgelopen weken begon het stilke dan op te komen van er is een koers in Arnhem en ik kan je meedoen. Door mijn val in de Ronde van Groot-Brittannië in begin september toen is mijn seizoen gestopt. Ben ik moeten stoppen met fietsen en ja, daardoor kan ik er vandaag niet bij zijn. Anders was de kans groot geweest dat ik nu ook daar zat in het peloton. Oerend hart, daar zijn we net langs gereden, want ik geloof dat we de weide hebben gezien waar Graspop plaatsvindt. Daar is het nu rustig, normaal gezien. Een paar weekends of een weekend in het jaar, Frans, daar weet jij ook alles van, want we zijn ook al een paar keer langs gegaan voor wat reportages te maken. Daar is het knallen dan. Hè. Hier wordt er voorlopig nog niet geknald. Nee, blijkbaar niet. Maar ik zie toch dat de voorsprong iets verkleint. Dries misschien. Het is iets. De barge wordt wat kleiner. Hè. Het is tenslotte ook nog altijd 63 kilometer, denk ik. Hè. Ja, het is nog 63 kilometer, maar de coureurs die mee zijn toch wel grote namen. Of goede coureurs eigenlijk. We zien daar drie man van Corendon, Dries de Bond, Jimmy Jansen en Walslebe. We zien daar, we zagen Koen Vermeldvoort zitten van Alecto, meen ik. Piotr Havik. Ook een goede coureur, afgelopen jaar nog een paar koers gewonnen en echt een sterke renner. Wie zit er dan nog bij? Ja, Oscar Riesebeek, die staat ook redelijk kort bij in het klassement van de Bingo Cycling Cup. Dus er zit toch wel kwaliteit vooraan en ze mogen ze niet te ver laten rijden, want dan zouden ze wel eens kans hebben dat ze te laat komen in de finish. Ja, maar de mannen van Wanty-Gobert waren toch aan sleuren aan het peloton, precies, dat is geen indruk, hè? Ja. Nu lijkt het een beetje in een balken te komen, omdat er misschien de wind wat tegen zit of... Je weet niet wat er leeft in zo'n peloton. Je moet er echt in zitten om het te weten en te voelen wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Maar inderdaad, de mannen van Wanty die zijn niet mee en ze nemen daar ook initiatief voor. Ik denk dat ze hier nu links gaan op de grote baan en dan vermoed ik dat de kasseister ook van Geel ten Aard aankomt. Ja, inderdaad. Frans, ik weet dat jij de gewoonte hebt van altijd wel iemand als favoriet naar voren te schuiven en heel vaak zit je er dan ook nog bovenop. Wie is jouw man vandaag? Ja, ik zou natuurlijk willen iemand van de Kempen. Ik denk dat voor de regionale televisie dat Kempen chauvinisme wel een Bach. En dan denken we aan de Senne Leijzen, aan de Sean de Bie, aan de Jimmy Janssens, die nu trouwens mee weg is. Ik hoop dat het een van hen wordt. Maar wanneer we in de loop van de week die reportage maakten met Ben Simons, de organisator, de voorzitter ook,
en met Jurgen van den Broek. En dat was opvallend, los van elkaar haalden die allebei toch wel Tim Merlier aan. En ik had de indruk dat Ben Simons ook heel, heel graag zou hebben dat die Belgische kampioenentrui in die eerste editie eigenlijk op dat palmarès komt na die 7 sabbatjaren. Dus ik zou zeggen, ja, maar hier zit hij niet bij. Dus het zou kunnen dat hij zich laten verrassen heeft of dat dat gat nog volledig wordt dichtgereden. Dus alles kan. Maar het campusse chauvinisme, ik denk dat we dat per tv mogen uitstralen. Laat het maar iemand van de campus zijn, zeker. Oké, bedankt voor jouw bijdrage, Frans. We gaan jou verder je werk laten doen. Bedankt om langs te komen. Wij zijn hier op goed 60 kilometer van de aankomst met de leiders die over de kasseistrook of vlak daarnaast aan het rijden zijn. En elkaar goed verstaan, goed dat tempo houden, Dries. Frans gaat ons verlaten en Chris Willemsen heeft al zijn opwachting gemaakt. Ook fijn dat Chris, een man van de gemeente hier, tijd en goesting heeft gehad om langs te komen. En wij gaan hem even installeren, onze vriend Chris en Dries. Ja, dat ziet er goed georganiseerd uit van voor, dat groepje, hè? Ja, het draait goed rond. Ik zeg nu net wel de kasseistrook van Geel ten Aard, maar het is meer de grindpad van Geel ten Aard geworden. Omdat er ook een weg is naast ligt, dat beter bolt. Kasseien bolt nooit zo goed als een standaard weg. Ik ben dus benieuwd dat in het peloton erop gaat rijden, want ja, het is toch altijd wel een punt dat zorgt voor nervositeit in het peloton. En je ziet ook dat peloton nu breed is. Dat is niet omdat ze traag rijden, maar omdat ze gewoon iedereen heel snel rijdt. Ja, een koers dat brengt volk op de been. Wielertoeristen van alle leeftijden. Victor van Geel, dat blijkt een wielertoerist op leeftijd te zijn. En die heeft ook een kleine bijdrage gekregen. Ben? Ja, Victor van Geel gaat zijn de kopman van een nieuw bloem die in het leven is geroepen. Het Aartshof. Victor van Geel, het geil ook. Ja, wat een tactiek van vandaag, mannen. Afwerken in de sprint, zegt. Ja, terug nog eens rijden. Dus. Je ontsnappingen zijn er niet gepland in de tactiek? Of? Nee. We blijven wel bij je. Dus vandaag chill, het is zondag eigenlijk, zegt. Ja, tuurlijk. Ja. Allee, verrotte mannen, succes toch? En aan de wagen gaan, hè. Ja, Dries, we zien ook het peloton. Dat neemt graag gebruik van die strook vlak naast de kassei. Is dat dan zo'n groot verschil? Die strook daarnaast, want die lijkt me nu ook niet echt comfortabel te fietsen. Nee, maar kasseien bot gewoon ja, het algemeen het slechtste. En dan is de gravel het minst slechtste eigenlijk. En als we het over kasseien hebben, en dan hebben we Chris Willemsen. En die is onlosmakelijk verbonden natuurlijk met die iconische reeks, de ronde. Inderdaad. Chris, als je dat ziet, kriebelt het dan en denk je dan terug aan nou ja, als ik koers zie, dan... denk ik automatisch terug aan de ronde natuurlijk. En, ja, dat dateert al wel van 2011, maar dat blijft me toch een beetje achtervolgen natuurlijk. Dat is precies alsof dat gisteren is uitgezonden. Hè? Iedereen kan zich nog... Al die taferelen, die scènes, kun je gewoon navertellen. Nu nog altijd en dat is dan 8-9 jaar geleden. Ja, ik kan die nog volledig achterna vertellen. Dus, en wat er allemaal gebeurd is en vooral die bewuste scènes natuurlijk. Die had wel niet echt iets met koers te maken, maar... Onrechtstreeks wel natuurlijk. We zitten hier vlak over het college. Ja, met Sint-Klara, de aankomsten. Zijn jij naar school geweest ooit vroeger? Ik ben hier geweest, ja. En dat lachje dat er dan bij komt, dat zegt eigenlijk alles. Nee. Een passage. Ja, ik was niet geen slechte leerling, maar toch ook geen primus. Zeg, die koers, dat gaat goed. De streek hier, je kent die als een broekzak? Ik ken die streek, ja. Dus. Dat is een schitterende streek om door te fietsen. Wow, de Kempen is sowieso schitterend. Hè. Dus, dat is algemeen geweten. De Kempen is het schoonste landschap van België. Hè. Alleen spijtig dat het zo plat als een pannenkoek is. Hè? Ja, dat is wel, maar ja. Dat is niet erg. Nee, dat is niet erg. Hè. Het ei zijn charme vindt Chris en wij ook. Dit is koers van de lente, Dries. Ja. Een lentekoers. Ja, met weer, je zou het niet zeggen, maar we zitten nog altijd wel half oktober. Dat zou je niet zeggen als je de beelden ziet. En een man die op kousenvoeten uit dat peloton probeert weg te rijden. Voorlopig weinig reactie. Het
komt wel een beetje los. Maar hij heeft ondertussen toch wel een metertje of 20 vlak voor die bevoorradingszone. Misschien dat hij daarop heeft gespeculeerd om wat voorop te gaan rijden om zijn zakje iets makkelijker te pakken te krijgen. Dries. Ja, het is vooral de mannen van Corendon. Zijn mee in de vroege vlucht. En met de drie jongens in de kopgroep. En we zien hier toch een platte band van Oscar Riesebeek. Nou, we hebben nog beelden van de allereerste kasseistrook, terwijl we hier een fietswissel zien van een van de Roompot jongens. Wat problemen. Maar eerst eens kijken wat er daar, hoe dat die passage op de eerste kasseistrook verlopen is. Dames en heren, het peloton hier achter ons is ook aan de eerste kasseistrook begonnen. Die hebben toch al de achterstand van een minuut of 3-4. Allee, op de minuut zal die aankomen ze heen. Maar, die gaan toch mogen deurpijren, want... Riesebeek uit de koproep. Ja, dat schiet nog niet echt op, vaak. Ja, de man die we daar zagen van fietswissel was Riesebeek. Dus die moet achtervolgen. Die is weggevallen uit de kopgroep. Dries, dat is vervelend natuurlijk. Dat is vervelend en ik weet niet wat er gaat gebeuren. Kan er nog terugkomen achter neutrale auto's? Dat weet ik niet. Ja, afhankelijk van hoe dat de koerssituatie zich voordoet. Ik vermoed van wel. Het zou wel niet meer als juist zijn dat hem terug gaan keren naar de kopgroep. Chris, want anders zit er rond met mijn probleem. Chris, zeg een man als het koers is op tv? Voor de tv en niet weg durven gaan, want... Wow, ik zie dat mits al op café, hè, bij Café Angel. Hè, dus ik vind dat als je naar koers kijkt, dan moet je met de vrienden op café. Bij een goed pintje en dan is dat het schoonste. Hè. Dan moet er interactie zijn. Ja, dan moet er interactie zijn. Ja. Palaveren over de koers, voorspellen wie dat er straks wordt. Wow, en de pronostieken en die toestanden. Hè. Heb je een deelnemerslijst bekeken en heb je iets gepronosticeerd? Niet echt, want... Ik ken er van die toernooi hier bij de Belgische kampioen natuurlijk. Ik vind het jammer dat een Dries er niet bij is, want anders zou ik een Dries zeggen natuurlijk. Hè. Ja. Want wat heet een Dries eigenlijk aan dan gaat? Ik ben begin september gevallen in de Ronde van Engeland. Ik ben daar in een afdaling over een renner gevallen, die voor mij viel, tegen een uur of 80. En daar heb ik mijn elleboog en pols gebroken. Dat is zotte, Chris. 80 per uur op een fiets, jongen. Dat kun je toch niet voorstellen? Nee. Dus daarom dat ik geen fiets heb. Omdat je anders rapper dan 80 zou rijden. Ja. Schat is Dries, de snelheid die er op dit moment gereden wordt, ik denk dat dat 35-40 misschien zal zijn. Ja, nu valt een klein beetje stil, maar de organisatie weg is in het peloton. En je ziet de koproep blijft relatief goed, goed ronddraaien. Ook Riesebeek is terug komen aansluiten. En het feit dat hij rechtstreeks naar de kop gaat, dan wil toch zeggen dat hij wel goede benen heeft. Ja, dat blijft daar voorlopig goed ronddraaien met de mannen van Sirius Corendon ook, die daar met drie zitten. Die zitten natuurlijk in het voordeel. Hè? Ja, dat is een voordeel en een nadeel. Dat wil zeggen dat ze met drie mee zijn, dat ze de numerieke overmacht hebben. Ja. Maar dat wil ook zeggen dat de andere renners, zoals een Havik of een Riesebeek, gaan zeggen van ja jongens, kijk, jullie zijn met drie mee, doe het maar. Hè. Ja. Wat zou uw tactiek zijn, Chris? Ja, zou je tegen die mannen zeggen van pak het maar over, want we kunnen hier de... nog 56 kilometer, je kunt hier de overwinning pakken. Ja, dat is nog lang, hè. Dus ik zou zeggen stampen, hè. Stampen. Voilà, dat horen we graag. Is dat het soort taal dat gesproken wordt met, tijdens de koers, Dries? Nee, het is eigenlijk de bedoeling om zo rustig mogelijk te blijven praten. Want er wordt zoveel in de radio gesproken en geroepen. Dat het echt moeilijk is om het belangrijke te onderscheiden. Oké, nog goed 55 kilometer te gaan. 2 minuten 32 voor een kopgroep waar we hier die Piotr Havik zien rijden. En dan schuiven we naar voren en dan komen we bij het nummer 131 trekt. Dat is David Boucher. Van Tartaletto, de mannen van Corendon uiteraard, die goed naar voren schuiven. Hier David Boucher van Tartaletto, Isorex. Altijd mee. Ja. Altijd mee, een bedrijvige jongen. Is dat iets wat jij tof vindt, Chris, van die mannen die wat initiatief nemen, die de koers niet laten kabbelen? Ja, natuurlijk, want ja, ik ben voor actie, dus ik ben zo zelf ook, dus natuurlijk. Dat je zo met mij van achter de raam bent, ja.
Dat is meespelen, maar eigenlijk niet willen meespelen. Ja, dus daar. Als je het spelletje speelt, dan moet je het goed spelen. Piotr Havik van Beat Cycling Club. Ook een interessante figuur, die Havik. Hè? Ja, ik heb deze zomer een koers gereden in Zottegem met hem. En daar heeft hij wel op een sterke manier gewonnen. Ja, grote prijs van Zottegem, ook een 1.1 ploeg. Een koers, beter gezegd. En dat winnen, de Nederlander. Dan geef je wel je visitekaartje af. Hier Rome Pocharle met Oscar Riesebeek. De man die wat problemen heeft gehad. Maar moet dat toch even stretchen. En kijk eens wat achterom. Moeten we ons daar zorgen over maken, Dries? Of is het allemaal maar... Even ontspannen proberen te zijn. Ja, het is te proberen om zoveel mogelijk energie te sparen en zo comfortabel mogelijk aan de finish te geraken. En ik denk dat de jongens toch al wel 100 kilometer voorop rijden met een goed 6-7 man. Dat begint toch wel zijn tol te eisen, ja. Philip Mans, eigenlijk ongelooflijk hoe goed dat de crossers het doen in het wegrijden. Is opvallend, hè? Ja, was daar een verklaring voor? Ik weet het niet. De jongens hebben sowieso goed in interval. En dan is het relatief gemakkelijk om daar een basis bij aan te breien door trainingen. En ja, voilà, dat resulteert in goede renners. Ja, een van de Corendon-jongens die daar de arm de lucht in stak, heeft die problemen met misschien een lekke band, wie weet, of een ander technisch probleem. We gaan die wagen ongetwijfeld naar voren zien schuiven en dan gaan we misschien iets meer verhaal kunnen krijgen of zien tenminste. Terwijl een van de ploegmaats de leiding blijft nemen en het tempo bepalen. Hij gaat toch niet aan de wagen hangen, hè? Dat gebeurt op dit ogenblik niet. Dus hij kan wel blijven rijden. Hij zal honger hebben, denk ik. Nog een korte bevoorrading. Een gelke, een reep, een bidon. En dan kunnen ze verder. Hoe is dat bij jullie, Chris? Als jullie aan het acteren zijn, worden dan ook af en toe gelkens genomen om wat energie te pakken? Wij krijgen wel van alles natuurlijk, want wij hebben daar onze assistentjes voor. Dus. En bevallige assistentjes. Dus. En wij aan het draaien zijn, dan heeft er iemand een dorst. Ja, dan worden eigenlijk bediend. Wij zijn in principe koning op de set. Dus. Gelle wordt in de watten gelegd, jongen. Wij worden in de watten gelegd, dat is niet normaal. En ik kan me voorstellen dat ook goed is voor de zielrust en de geest. Dan kan je geconcentreerd bezig zijn waarmee je moet bezig zijn. Ja, dat is zo. Wij moeten ons niet bezighouden met eten, drinken. Dat wordt gewoon voorzien. Want ik heb eens voor gehad dat ik bij mijn eerste opnames dat ik zelf naar de cateringtafel ging en kreeg naar mijn voeten eigenlijk. Want ja, kijk, daar staan hier mensen voor. Dus die moeten u voor drinken zorgen. Werken met bediening. Ja, dat is betaald worden. Dat is perfect. Dat is toch niet te geloven, man. Ja. Sterreluren. Dries, waarop wachten, jongen? Ja. Schuilt er een acteur in jou? Nee, ik ben geen acteur. dat is niet voor mij. Hoewel in het peloton, als je zo rijdt in een wedstrijd, dan moet je soms wel een beetje kunnen acteren. Hè? Doen alsof je er wat door zit misschien. Of een beetje show verkopen en op die manier de tegenstand wat zand in de ogen te strooien. Ja, dat is ook een kunst. Er zijn coureurs dat heel goed kunnen. Ik moet zeggen, ik ben er niet echt zo'n held in. Maar je voelt het aan. Als het moment daar is, dan komt het instinct boven en dan komt dat wel. De mannen van Lotto die ook hun werk verrichten en bij Corendon zijn ze aan het spreken met de ploegleiding, zie ik de leider ondertussen nog 52 kilometer te gaan. En die voorsprong die blijft nagenoeg status quo. 2,27 op dit moment, dat is straks 2,30 en dan spraken we toch over een kilometer of 7, 8 geleden. Dus dat is zo goed als gelijk gebleven. Dat heeft alles te maken met die drie hier voorop, mee in dat groepje, die toch hun verantwoordelijkheid Ries, niet ontlopen. Nee, inderdaad. Druk overleggen hier met de bond en de ploeg. Ik weet niet wat ze aan het zeggen zijn. Is dat rapper, trager? Merlier is goed, dus we gaan toch sprinten. Dat weten wij niet. Dat is mooi aan het koersen. Maar je ziet toch ook de jongens met drie op kop. Houden het tempo erin. En toch zeker op die wegen is het wel belangrijk dat je goed kunt blijven ronddraaien. Chris, dat zou misschien nog iets zijn, dat we die oortjes, wat dat erin gezegd wordt, dat we die conversaties zouden kunnen horen. Lijkt je dat iets? Ja, een bijdrage tot? Ja, dat mag wel. Jij ziet dat zitten? Ik zie dat zitten. En wat dan leuk zou zijn, is dat we jou dan ergens kunnen posteren en dat jij zou kunnen interveneren zo.
om die koers mee te sturen. Oh ja, dat mag. Chris is voor alles te vinden, jongen. Ja. Dat is niet te schatten. Een beetje like de Formule 1. Ja, lekker als in de Formule 1, inderdaad. Waarom niet? Joël is ondertussen terugkomen aanwaaien. Ik denk dat we nog eens een plaatswissel gaan krijgen. Chris, die gaan we straks... mogen we jou terug verwachten, Chris, voor de finale? Ja. Lijkt er, ah, voilà. Chris gaat ons komen vergezellen als het hier allemaal in Arendonk staat te gebeuren. En ik kan u vertellen, beste RTV-kijkers, wij hebben een commentaarpositie met een beter zicht op de aankomststrook dan onze collega's van Sporza, die al een paar keer heel jaloers zijn komen piepen en zijn komen denken van... Godverdorie, wat hebben die mannen van RTV goede plaatsen en waarom hebben wij die niet gekregen? Maar ja, dat is het voorrecht om thuis te spelen, Dries. Ja, inderdaad. En jij speelt hier echt wel heel veel thuis, hè? Ik speel echt thuis. Ik zit hier op vlak boven de finish. Ben jij daar trouwens naar school geweest? Nee. Ik ben naar Turnhout geweest in school. In Turnhout, dat is ook vlakbij. Dat is niet zo heel ver weg. Ja, de camper is alles dichtbij. Ja, toch zeker. Altijd met de fiets naar school geweest. De Dijerbaan, dus... Misschien daar dat ik het geleerd heb fietsen. De Belgisch kampioen die we daar toch ook altijd heel alert, heel attent vooraan zien plaatsvatten. De mannen van Corendon uiteraard, die het afstopwerk voor hun rekening nemen. En dan iemand van de Lotto's die toch een kleine 70, 80 meter voorsprong heeft kunnen pakken, Dries. Ja, dat is Baptiste Plankaart, dat is de leider in de Bingo Cycling Club. Hij zal misschien nattigheid voelen, om het zo te zeggen. Maar je ziet toch ook, Baptiste redt weg. Iemand daarachter wil in een tegenaanval gaan, maar mag niet passeren omdat de eerste vier renners de vier renners van Corendon zijn. En ja, die rijden gewoon nu 30 per uur om het echt te laten stilvallen. En zo krijgt de kopgroep terug een aantal seconden terug. We zitten nu op 2,24 voorsprong, maar ik vermoed dat ze biedt terug gaan oplopen naar 2,30, 2,40, 2,50 misschien wel. Dries, ik denk dat ze biedt ook wel moeten oppassen zijn, want die... Die zit in Kasterlee, in Kassel, en daar is het volgens mij wereldkampioenschap pompoenschieten. Dus ik zou er niet van verschieten als die ze biedt een pompoen tussen zijn wielen krijgt ofzo. Oh, dat moet, en passeren ze echt daar in de buurt? Want ik heb me laten vertellen dat die pompoenen vrij hoog gaan. Ja, ik heb dat eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit niet live gezien, maar dat moet waarschijnlijk echt wel de moeite zijn. En ik heb horen zeggen dat zelfs die koers, dat parcours omgelezen is, omdat inderdaad op dezelfde dag vandaag, hè, dus dat Belgisch kampioenschap of wereldkampioenschap pompoenschieten, een geweldige traditie in Kastel. En, ja, je ziet ook, de helikopter gaat nu hoger beginnen vliegen, omdat ja, je schrik hebt van die pompoen. Ja, nee, maar blijkbaar hebben ze gezegd tegen de helikopter, en dat is echt waar, officieel is er tegen de mannen van Sporza gezegd dat een helikopter niet te laag mocht komen in de buurt van Kasterlee, want dat die pompoenen daar wel eens zouden kunnen voor problemen zorgen. Dat is toch niet te schatten, man? Echt niet normaal. Bij Kastel en pompoenen, Kastel, pompoenen en kabouters, hè? Dat is daar ongelooflijk, hè? Kabouterbos. Kabouterplop, dat weet ik niet. Kabouterbos. Ah, Kabouterbos. Het Kabouterbos. Ja, het schijnt dat er een paddenstoel is staan. Ah, oké. Goed. Nee, dat zijn mijn trainingswegen. De Kempen, Kasterlee, Houtem. Ga je dan alleen trainen? Of is dat zo? Heb jij ook zo'n groepje zoals er in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen wel een paar zijn? Zo? Ja, we hebben geen groepje. Ik train wel vaak met Frederik Frison, die de Biermans, Sean de Bie af en toe. Maar om dat echt een groepje een naam te noemen, daar doen we niet aan mee. Ah, voilà, Sean de Bie gesproken. Voilà. Hij zit nu in de tegenaanval samen met Dimitri Klaes en Otto Vergaarde. Die daar met drie naar Baptiste Plankaart zijn gereden, die al van tevoren weg was. Dat is misschien interessant. Een groepje van vier, zet misschien wat muziek en als die elkaar kunnen verstaan. Ja, en we zien daar, ja. Er is toch oneenigheid in het peloton. Hè, dat die smalle wegen zorgen er ook voor dat er... als je een renner wil passeren, dan moet al sterk zijn om erover te kunnen gaan. Want de weg is niet zo smal en er is niet zoveel plek om te passeren. 48 kilometer en we zien een poging van het nummer 93, dat is Adam Lewis, die zich een weg... naar dat tussenpelotonnetje, dat tussengroepje dat richting ontsnappers probeert te werken, dat hij daar probeert die aansluiting te vinden. Hoe was dat bij jou, Joël, in het motocross? Kun je daar ook groepjes vormen of heeft dat totaal geen belang? Nee, je moet natuurlijk niet slipstreamen. Hè. Uit de wind gaan hangen, gelijk als je met een velo duwt, achter een brie gaat hangen, dan kun je natuurlijk wagen laten meerollen.
Dat is in de cross natuurlijk niet, maar langs de andere kant, tempo laten malen, is soms wel interessant. Hè. Wel iedereen in tijd, dat waren een reeks van draaiketiers. Als je dan, ja, als je dan vanaf niet eens rond op kopping, dan moest je natuurlijk zelf tempo bepalen. Ja, dan wist je altijd niet, moest je voluit gaan of moest je niet voluit gaan, hoe goed zit een tegenstand. En dan gebeurde dat soms wel, dat je zei van, als je in de starten redelijk bij zat, dat je in een top 5 zat, dat je dan gewoon even de kat uit een boom keek. Hè. Gelijk als dat eigenlijk een beetje meer in cyclocross nog het geval is. Hè. Dat je zegt van, ja, dat eerste kwartier ga ik mijn beste palen niet verschieten. En dan ga ik even zien ja, hoe dat een tegenstand zit, hoe dat je wagen zelf voelt. Ja, dat is dan niet voor op de wind te hangen, maar dat is eigenlijk gewoon voor zelf de koers niet meer te dicteren, zeg maar. Hè. Nou, de koers die wordt nu plots gedicteerd door wat er is gebeurd met dat groepje dat probeerde weg te gaan, waar Plankaart dan een beetje het vuur aan de lont heeft gestoken. Ja, nu is er enorm veel nervositeit en we zien dat peloton helemaal uit elkaar vallen, Dries. Ja, inderdaad. Er is ook waarschijnlijk het idee in het peloton dat de peloton niet meer gaat terugkeren. En ja, dan hebben sommige ploegen gezegd van oké, we rijden niet meer op kop. En dan krijg je een beetje een ongeregelde boel. Ja. En we zien nu toch een redelijk groot groepje weg. Hoe schat je dat in Dries? Gelijk als nee, ik heb net gezien, die zijn al ja, toch redelijk wat kilometers aan het draaien. En nee, ja, nee, gaat dat seconde per seconde verliezen ze een beetje van de voorsprong. Maar zie je dat peloton nog terugkomen op die van 4 kilometer? Maar pas op, 2 minuten. 15 is dan maar dat is veel en niet veel natuurlijk. Hè. Maar je ziet die versnelling van dat groepje van 10, want het is ondertussen een groepje van 10 geworden dat er ergens tussen zit. Die trekken eens even door en in één keer wordt dat van 2.30 al 2.17. Dus die pakken direct 12, 13, 14 seconden met die versnelling. Ja. Wat zou nou die strategie zijn van, want Corendon, die zitten dan in dat kopgroep zitten die met Dranen. Dus die zouden een beetje... Is er eigenlijk een rappe Madrid? Is dat je zegt van, zouden ze alleen met Corendon kunnen zeggen van in het peloton, oké, we proberen wat stoppen of zo en we mikken met iemand die draai, daar zit een rappe bij voor de spurt? Of zouden die toch meer zeggen van, nee, we moeten ze biedt beginnen te gaan en we midden op Merlier of hè? Nee, ik denk dat ze gewoon in de koproep, ze gaan niet met 6 naar de meet naar de finish rijden, want ik denk Koen Vermeldvoort, dat is ook een redelijk sterke coureur, een redelijk rappe. Dus ik denk dat ze dan eraan hangen. Maar ze gaan zeker een meerdere touch spelen en ze gaan in de finale slag om slinger demareren. In de kopgroep denk je? In de kopgroep. Ja. Hey, dus jij denkt eerder dat de kopgroep niet meer gegrepen wordt, denk je? Dat kan wel. Ik zou zelfs durven zeggen dat de tweede groep daar, die 10 man die nu aan het wegrijden zijn, dat die er nog naartoe gaan rijden. En dat zelfs een Dimitri Klaes, die ook goed aan het rijden is de laatste weken. De Van Bent Classic gewonnen een paar weken geleden. 2 weken geleden, denk ik. Mm-hmm. Dat hij ook nog een belangrijke rol gaat spelen in de finale, diep in de finale, dan op in de plaatselijke ronde hier in Aarde nog. Ja, Nijmegen is inderdaad wel rap redelijk wat verloren. Hè. Die, kijk, aan 2-0-8. Die zijn dan van Vulta niet aan het surplassen. Die zijn toch niet bij dat pompoen stoppen, bij dat pompoen schieten gestopt of zo. Pas op, hè. Hey. Jan zit daarbij, Vergaarde, Klaes, Hofstetter, belangrijke naam, Huisverder, Sean de Bie, Paul Tebbling, Ottema, De Bruyne. Er zitten een paar jongens bij die toch wel interessant zijn. En je ziet, dat wordt even getrokken. 44,8 kilometer nog te gaan. 2.06. Dus die verliezen op een kilometer of 3-4 verliezen bijna een half minuut. 15, ja, inderdaad. Ja, want die zaten daar straks 2.33. Ja. Oké, als ze weggingen was 2.26. Ja, we zitten 2.05 nu. Dat is 20 seconden, hè, mannen? Ja, inderdaad. Maar je ziet ook dat redelijk goed door, redelijk goed ronddraait. De jongens zijn allemaal gedreven. Koffie is dus met 2 man mee. Sean de Bie is dan mee, die mannen. Ze zijn allemaal wel stevig aan het rijden. Hier in het peloton, de mannen van Roompot, ik denk dat het Sennelijzen is, met een Daan Ubergs. Ja, maar je ziet dat is helemaal uitgeroken, dat is niet meer georganiseerd. Hè? En Tim Merlier zit er op het wiel, die is niet mee, maar hij zal dat waarschijnlijk niet erg vinden, want 3 van zijn ploegmaat zitten in de kopgroep en de 4e zitten in de 2e groep. Dus die mannen rijden wel een goede koers. 44,2 kilometer. En de tweede groep volgt op 2.04. En ik denk dat dat groepje op dat peloton, dat gaat toch ook wel al een secondje of 7, 8, 9, 10 worden, hè, Dries? Ja. Het is moeilijk in te schatten hoeveel dat nu eigenlijk juist is. Kijk, we zien hier nu de kopgroep. Het is er een beetje uit het ronddraaien. Jimmy Jans is straks in de rug eigenlijk een beetje. De Bont is wat met zijn bidon in de mond aan het rijden. Dus dat wil ik zeggen. De snee is er een beetje af. De snee is eruit. En kijk, ja, die mannen geloven er zelf precies niet meer in. Nee? Kijk, ze gaan er nu rechts opdraaien in de korsten, dankzij. Ja.
Jimmy Janssens, Dries de Bond, Oscar Riesebeek, Koen van Hemelvoort. Ja, normaal de wielertoeristen die stoppen daar op Noek, Jan. Met een korsendonk drinken. Inderdaad. Dan moet wat koolhydraten opdoen, hè. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ja, en ik kan zijn dat ik mis ben, maar ik zie hier geen Philip Waalsleven meer zitten. Nee, die stond ook nog meer op het lijstje dat we net hebben doorgekregen. Dus die is daar ergens... Ja, misschien Peg of... Of Bob Hoen tegen de kop gekregen. Ja. Of toch gestopt van de Korsendonk. Of toch gestopt van de Korsendonk. Ja, geeft hem ongelijk. Het is niet begot. Het is oktober. Weer, het is ideaal terrasjes weer. Dit is Korsendonk-weertjes, hè, mannen. Ja, dat kan toch wel eens rap aanslagen. Ja, wat een verschil, jongen. Die kopgroep waar het allemaal een beetje aan het doodbloeden is. En dan deze gasten. Ja, ja, hier wordt geduwd, hè. Die mannen van de kopgroep die zijn natuurlijk ook al 100 meter aan het rijden. En de tweede groep, ja, die zijn net weggereden. Ze zijn een beetje gefrustreerd dat ze in de eerste plek niet mee waren. Ja, 100 kilometer. Niet 100 meter, hè. 100, ja, kilometer. Dat is van de zon, jong. Ja, dat is van de zon. Het is hier redelijk warm in de cabine hier. Hey, maar als je ziet hoeveel volk dat hier nu al in Arendonk aan de aankomststreep staat. We gaan die straks trouwens een paar doortochten krijgen. Ja. Dus daar wordt nog een plaatselijke ronde aan vastgeknoopt. Oh, dat is fantastisch natuurlijk, hè, dat je met deze omstandigheden die koers opnieuw leven kunt inblazen. Hè, met winnaars in het verleden. Ja, de Race of the Legends wordt het hier genoemd, maar ja, Cipollini hier ooit gewonnen, Abu Saparov, Steels, Schmil, Bonen van Avermaat. Ja, maar met die geschiedenis die we hier hebben, met de koers in de camp, dan... Die moest terugkomen. Ja, ik vang dat ook wel. Dat is, hier liggen toch wel roots genoeg van al die grote coureurs en zo. Allee, de twee ritten alleen al en met Tom Boonen en zo. Dan is dat toch een regio die eigenlijk wel reikt op zo'n schoon koers. Hè. Priorij van Korsendonk juist gepasseerd. Ja. Mooie locatie om eens te gaan overnachten ook. Hè. Ja, ik heb er zelf nog niet gelegen. Maar ja, waarom zou ik op een kilometer van mijn deur op hotel gaan? Dat is een beetje stom, hè, Dries. Een beetje stom, hè. Ik weet, daar ga ik geen uitspraak over. Ja, voilà. Maar ik denk niet dat soort hotel is. Nee, kijk, ze zijn nu naar Korsendonk aan het rijden. Of Korsendonk gepasseerd en we zien daar links in beeld Waalsleven. Ja. Dus oftewel toch iets voor gaat, oftewel... Ja, die is juist in de Korsendonk uit en die slaat net terug aan dat peloton. Ja. Ferm bekeken, van ik. Ja, en ze biedt een beetje fris voor de sport. En dat in de goede richting. Ja, dat in ieder geval al. Dat is zo'n verhaal, hè, van de Ronde van Frankrijk, 50, 60 jaar geleden. Er was een coureur, waar ik nu van spreek, is echt de jaren 30, 40. En die werd een beetje onwel. Die moest gaan drinken, die moest niet eten. Die had toen nog geen bevoorrading. Dus die stopt aan een café en die drinkt er 3 glazen wijn. En ja, natuurlijk, dat slaagt op die zijn dingen. Die stapt terug buiten. Die is even duizelig, die gaat zitten, die blijft er een minuutje of 5, 6 zitten. Die had wel 20 minuten voorsprong. Die stapt dus terug op zijn fiets. En die komt op een bepaald moment het peloton terug tegen. Die was de verkeerde kant uitgereden. En finaal wint hij de koers. Dat is fenomenal, dat is ongelooflijk. Dat zijn van die verhalen, zullen we nooit vergeten. Dat is eigenlijk een verhaal van Michel Wuts of zo eigenlijk. Op dat niveau zit ik eigenlijk. Als ik Michel Wuts, dan zou ik al heel wat meer toeristische dingen verteld hebben. Ja, of misschien José de Kouwer. Ja, nee, dat is waar. Ja, dat is zo meer vooral dat je van de José zou verwachten. Ja, hè? Voilà. Met Michel zou ik met Korsendonk het menu besproken hebben. Ja, dat is juist. Nou, kijk, er is toch een tegenreactie gekomen op de tegenreactie. Van peloton of hè? Van Timmerlier, die naar de achtervolgers aan het rijden is. En wat mij opvalt, het groepje achtervolgers op de kopgroep, en we zitten nu nog net geen 40 kilometer van de aankomststreep, stagneert een beetje. Daarnet was het met seconde. Nu is dat... Ja, ze zijn terug aan het winnen. Ja, maar toch al even rond de 2 minuten zo. Dat is, ja. Maar 2 minuten is redelijk rap in te halen, denk ik. Als de Merlier niet zo en nog eens aansloten, als hij dan met een man of 15, als hij een beetje beginnen te werken... Hoe smeet er eens een drinkbus weg? Maar dat mag toch niet, hè? Mondetje. Anouna de Wever, kom eens kijken. 40,6 kilometer. Ja, bijna aan de Gelghoef, dat ze zeggen, een bocht. In tijd, wat moeten we daar, 3 kwartiertjes? Misschien niet minder? Dus 50 minuten, denk ik, schat ik. Oké. Okay. Nog koersen. Jan, je weet, ik heb altijd met de cross ook, hè. Mag dat ook cyclocross zijn, want ik krijg hier zus van mijn assistent thuis deur. Dat in Gieten, dat is super prestige, denk ik. Is ja, dat niet? Op 2 rondes van het einde, Iserbiet, Quinten Hermans en Toon Arts voorop. Dus die Iserbiet is goed bezig, joh. Ja, amai.
Ja, verrast een beetje natuurlijk is ja, met Van Aert en dingen er niet bij, maar ja, toch, okay, dat maar, moet nog van voor zijn. Hè. Ja, voilà, we kunnen daar blijven ja, overpijpen daar, en zagen, nee. Maar ze zijn er niet bij en Iser biedt doet wat ja, dat moet doen. Echt goed. Absoluut. Pas op, die Toon Aerts is toch ook niet de eerste nee, de beste? Nee, absoluut. Hofstetter, die zit vijfde met ja, 16 punten achterstand op Baptiste Plankaert. Ja, misschien dat hij nog wel een gooi kan doen. Hè, naar, stel dat hij wint en Plankaert eindigt daar niet in de eerste 10, 15. Ja. Dan zou hij misschien nog wel eens een move naar voren kunnen doen. Hè. Ja, inderdaad. Maar ik denk niet dat de renners echt wakker liggen van kijk, ik moet zo en zo en zo en die mag dan niet mee zijn. Ik denk dat gelijk Hofstetter gaat gewoon zeggen van kijk, ik wil vandaag de koers winnen, punt. En of dat Plankaert niet tweede wordt of niet. Oké. Okay. Het zou mooi mee zijn genomen, moest ik het klassement winnen. Zo was het beter, want okay, daar wordt naartoe gekeken. Maar één de koers en dan het klassement. Alle renners zijn bezig met de koers te winnen. Jan, als je het niet erg vindt, dan ga ik hier boord wat in de stijweg graagt uitrusten van al dat zwaar commentaar. Ik hoop dat iedereen dat Dessels een beetje verstaan heeft. Ik ga de scepter hier terug doorgeven aan de Jurgen van den Broek. En dan zebiet komt voor de aankomst komt Chrisje Willems nog eens terug. Hè. Zeker en vast, bedankt je wel om langs te komen. Allee, ik denk dat onze ondertitelaars heel veel werk gehad hebben om uw klein beetje verstaan te maken. Dat denk ik ook wel. Maar wat dan ook iemand met gebarentaal, dus dat moet allemaal weer in orde gekomen zijn, denk ik. Hey, merci om langs te komen. Jongens. Tot de volgende. Hey. Ondertussen herinstalleren. Joël hier uit dat kot werken. Dat ook al een opdracht, by the way. Dat mag de Jurgen doen en dan de Jurgen plaatsnemen. En naar het vervolg van de koers kijken. 38,8 kilometer nog te gaan. 1 minuut 52. Dat is de voorsprong van het kopgroepje van 7, 8 man op die eerste achtervolgers. En dan iets verderop het derde groepje Dries. We gaan naar een, denk ik, interessante ontknoping. Ja, inderdaad. Hè. We zijn hier juist Schumbrug gepasseerd. Over de brug. Begint daar en ook. En dan zitten ze, denk ik, voornamelijk op grondgebied daar nog te rijden. Dus ja, de finale gaat beginnen. Ik vermoed, hè, de tweede groep draait hier redelijk goed rond. Hè. De jongens van Wallonie-Bruxelles zijn mee en zijn gedreven om terug te komen. Er zit daar... een Duitser denk ik van LKT Brandenburg. Die jongen is ook altijd, die zijn ook altijd gedreven. Mannen van Rompot, oké, ze zijn wel mee in de koproep, maar ik denk een Sean de Bie en een Huub Duin, dat zijn toch mannen die dan nog iets recht te zetten hebben. En die zijn wel heel gedreven. Jurgen, wat ik mij dan soms afvraag in zo'n peloton, 38 kilometer nog te gaan, 1:51. Iedere normale mens denkt dan van dat is niet dicht te rijden. En dan sloeg u en dan slagen jullie er altijd in om dat nog dicht te rijden. Wat een waanzinnige snelheden worden er dan gereden. Ja, maar dat is ook meestal als peloton zijn eigen echt organiseert. En weet je, ze rekenen meestal een minuut per 10 kilometer. En dan tellen ze ongeveer uit. Maar deze situatie is natuurlijk een beetje anders geworden. We zagen daar in Casterlee dat Corendon probeerde stil te leggen. Dan hebben we al in Brussel de koers terug geopend. En ik vind het nu wel interessant geworden dat de verschillende groepen tegen elkaar vechten. Dus nu gaat het ook een beetje tactisch gespeeld worden. En ja, het finale, ik ben echt eens benieuwd hoe dat gaat uitdraaien. Ja, dat tussengroepje heeft eigenlijk de koers helemaal opengebroken. Dan zag het ook letterlijk uit elkaar spotten. Hè? Ja, want ik zie in Casterlee zouden echt Corendon ineens iets ervoor in de kopgroep om te spreken was van wat gaan we doen. Dat was veel overleg. En dan plots in pelotonnen met alles dichtgesmeten. En dan zijn er een paar jongens gedacht en die zijn de rechtskant voorbij gereden en gezegd van ja, dat gaan we niet laten gebeuren. En dan maakt het nu wel mooi. Ja, en het is ook nog een minuut 49 op 37 kilometer aan de finish. Maar je ziet toch ook de jongens al lang op kop aan het rijden. Ze zijn nog met 6 man. Er is er een van Corendon weg die waarschijnlijk goed gewerkt heeft, terwijl de bond hier zijn rug nog een beetje stretcht. Ja, je ziet, hè, er wordt veel rondgezien, ja, rondgekeken, een keer met een arm naar boven, een keer stretchen. Het is allemaal wat zoeken naar houdingen op de fiets. Hè. Daar weet jij ook alles van, Jurgen. Die nu in de koproep zit, die mannen waren ook vermoeid. En vanachter hebben ze elkaar gevonden, denk ik. Die zijn weggereden. Dat is gewoon een groepje om mee rond te draaien. Van elke ploeg zit er waarschijnlijk iemand mee en dan mag het wel ideaal, denk ik. 1:48 nog, op goed 36 kilometer van de aankomst. Grondgebied Arendonk. Hier draait het wat rond, maar je ziet daar van af en toe zo wat gaatjes. Het is niet meer van harte zo, hè? Het is niet meer geolied. Nee, inderdaad, gedacht in het begin van de koers. Maar
dan waren de wegen iets breder. Ik zou niet weten hoe dat de wind staat eigenlijk, maar... aan de bomen te zien is daar eigenlijk nagenoeg windstilte. En kan dat... Hier iemand die een initiatief neemt. Drie is de bond. De bal slepen, zal dat kunnen? Ah nee, die is uitgevallen. En er is de bond. Ja. Die daar probeert weg te geraken. De anderen kijken een beetje naar elkaar. Wanneer is het kantelpunt, Jurgen? Wanneer is het echt weg? 50, 60 meter of... Ja, dat is een moeilijke. Een moeilijke? Ja. Tussen zien nu gaat op elkaar liggen reageren. Maar eigenlijk ook niet goed is voor de samenwerking, denk ik. Wat beter is voor de achtervolgers natuurlijk. Maar dat is niet zo'n moment dat je zegt van, eens dat ik 100 meter heb of zo, oké, dan zit ik uit die groep weg. Je weet natuurlijk nooit wat er achter gebeurt. Ja, en denk er ook van wie dat is. Hè. Sommige mannen weten van, de gouden kilometer nu. Dat kan ook een reden zijn waarom dat Dries nu wegrijdt. Omdat hij toch vooraan staat in het klassement van de Bingo Cycling Cup. En hij wil die punten toch om zo hoog mogelijk te maken in het klassement. Extra puntjes meepakken onderweg, ja? Ah ja, waarom niet? Als je ze kunt meepakken. Als je ze relatief goedkoop kunt meepakken, dan moet je dat zeker doen. Twee of drie van die spurtjes zijn er zeker, geloof ik. Ja, dus, dat is de gouden kilometer. Dat wil zeggen, op 1 kilometer tijd zijn er 3 sprints te doen. Op kilometer 0 van de kilometer. Op kilometer 500. En op kilometer 1 kilometer. Voilà. En telkens 3, 2 en 1 punten te verdienen voor de Bingo Cycling Club klassement. Kijk, voilà, ik denk dat daar nu bijna gesprint worden. Of gaan ze het misschien verdelen, dat kan ook. Ja, daar leek het een beetje op, hè? Want Dries was bij het aanvangspunt op kop. Leed dan zo'n beetje begaan. Nu komt er toch wat te snee op de zaak. Nog 200 meter tot waarschijnlijk de eerste sprint. Het is nu Jimmy Jans op kop, Riesbeek, Havik en dan Dries als vierde. Als hij die punten wil, dan zou hem nu toch wel... kijk, voilà, daar gaat Havik voor de punten. Havik voor de punten, sprintje op de kasseien, altijd interessant. Ja, dat is ook een tactisch steekspel. Het is niet zo dat je de eerste sprint al direct moet nemen om de meeste punten te verdienen. Want als je al je kruid verschiet bij de eerste sprint, dan kan het zijn dat je sprint 2 en sprint 3 niks meer uitzet. Dus het is toch tactisch. En gezien Jimmy Jans probeert toch het tempo erin te houden. Riesbeek probeert wat rond te draaien. Allee, we gaan stilaan in de richting van het tweede momentje. Nou kijk, en Boucher is... Boucher moet afhaken. Of heeft Boucher problemen? Ik denk dat het top is. Zoals al gezegd, Boucher is iemand die vanaf het begin van de koers vol rijdt. Het mag zijn wat wil. Dat is kilometer 1 vol aan de bak, vol demareren, koers maken. En dat zorgt er ook voor dat hij daar zoveel mee is in de koproepen. En dat hij toch wel veel publiciteit neemt voor die ploeg. Tartelletto Isorex. Beschrijf dat eens, Jurgen, als het licht uitgaat, wat gebeurt er dan? Is het dan echt over en out? Of is er dan toch nog even een beetje recuperatie en kunnen dan toch nog een cartouche opsteken? Als het licht echt uit is, dan zegt het kopje van ja en dan beginnen zeggen toch niet. Gedaan. Ja, dan kunnen nog zoveel vechten als je wilt. We hebben dat met Mathieu van der Poel in de WK ook gezien, dat was het licht volledig uit. En dan kun je alleen nog hopen dat je de pedaaltjes juist rondkrijgt. Ja, van WK-toestanden zijn we, en dan spreek ik over het weer, gelukkig gespaard gebleven. Krijg dat maar voor, hè, als organisator van een, laten we zeggen, het parcours op zich. Als dat in mooi weer gereden wordt, is dat prachtig, is dat idyllisch, is dat romantisch. Maar nu was het hel. Ja, maar ik heb van de week met een organisator ook gesproken en die zegt van, eigenlijk als het slecht weer is, mogen de koers ook wel schoon. En dat is ook wel waar op deze parcours. Dat is waar. Dat natuurlijk, maakt het de renners hebben het niet zo schoon, die vinden het niet zo schoon, dus... Je vindt het wat minder. Maar ja, de winnaar heeft altijd gelijk. En Pedersen heeft gewonnen, maar als Pedersen heeft gewonnen. En, en alle favorieten waarover gesproken werd, dat. Dat maakt de sport en de koers en alle sport bij uitstek zo leuk. Ja, het onvoorspelbare. Je kunt, voilà, kunt er gaan zetten van volschrijven. Op het moment zelf kan dat helemaal anders uitdraaien. Ja. 1:34 op 33 kilometer van de aankomst. We zitten hier bij het tweede groepje dat achtervolgt op die 6 leiders die nu toch al ruim, heel veel ruimer dan 100 kilometer het tempo van de dag voeren.
1.36 hebben ze nog op die toch wel ruimere achtervolgingsgroep. En dat maakt de situatie vooraan misschien net dat iets minder comfortabel. Deze zijn met net genoeg om dat gat dicht te rijden, Jurgen. Ja, je zag het juist van voor ook, dat ze wel beginnen twijfelen aan elkaar, beginnen zien. Ze komen de grote baan op en ja, het liep nu meer geolied eigenlijk. En dan mag het voor deze mannen iets gemakkelijker tussen haakjes terug te komen natuurlijk. Als zij elkaar blijven vinden, dan gaat dat gemakkelijk gaan. De Lotto. Bal in die Brussel. Baptiste Plankaert. Baptiste Plankaert, ja, die moet natuurlijk... ja, het is de leider. Hij ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet, dat is mooi. Nee, ja, hij wil ook winnen. Hè. Daar komt het in de eerste plaats op neer. Oké, hij heeft wel een klassement te verdedigen. Maar om dat klassement te verdedigen in de laatste koers, moet hij gewoon vooraan eindigen. En dat is de reden waarom hij zo actief is in de koers. Well, ik ben toch content. Ik ben een favoriet. Rustig van achter zijn bollen, dus dat maakt het ook goed. Ja, toch de favoriet. Ja, Merlier en niet te veel. Zich laten zien, gewoon meedrijven, zijn beurtjes doen op kop en niet te veel vooraan liggen, wringen en rijden en laten zien dat je goed zijn. De kat uit de boom kijken, tactiek die Jurgen van den Broek heeft doorzien en dat kan appreciëren. Opletten dat het gat daar toch niet te groot wordt, dan moet er een kleine inspanning geleverd worden om weer aan te sluiten. Maar daarmee zie je ook dat tempo hier vooraan, Dries, goed zit. Hè? Van het moment dat je even de pedalen lost, valt er een gat. Ja. Het is, ze kwamen nu van de kasseien, de benen doen wat pijn met op de kasseien te rijden, sowieso. En we hebben hier een probleem van... Verhemeldvoort? Ja, Verhemeldvoort. Uit de kopgroep. Uit de kopgroep? Dus ik krampen. Denk... Ja. Ja. Oei, ik dacht plat. Dat maar... plat en duip, maar het ja. Dat is niet leuk. Ja, dat doet pijn. Hè. Dat kunnen niks meer... niks meer doen en als je been toch wilt bewegen of wilt doortrappen, dan... Dave Bruylands die zei ooit, Choco in de benen. Herinnert u die uitspraak nog? Ik denk dat dat Choco in de benen heeft. Ja, was maar Choco, dan had er niet aan. En ik zou hem niet aanraden om verder te rijden, want ik heb ooit door een kram doorgereden en achteraf bleek het een spierscheur te zijn. Dus. Is het echt? Ja, ja. Dus beter daar het zeker voor het onzekere te nemen. Ik dacht toen ook van, ja, dat is een kramp, één keer doorduwen en dat komt wel. Beter niet gedaan. Want dat zien we wel vaker hè, met wielrenners die een valpartij, je hebt het ook meegemaakt, dan toch terug op die fiets kruipen en uitrijden in ja, dikwijls blessure waarvan je je afvraagt, man, hoe is het mogelijk dat die uitgereden hebben? Ja, maar dat is ook adrenaline. En je weet van, stel dat ik niks heb en ik stop en aan de meet, het blijkt niks te zijn, ik mag niet starten. Dus je kunt meten gewoon verder rijden, we zien nog die wel wat dat... Wat verdikt is natuurlijk, bij sommige valpartijen kunnen we ook niet verder. Hè. Dus dan moet je het, dan moet je het wel voor bekijken houden. Nog 30 kilometer te gaan. Hè. Groep 2 zit op 1.17. Groep 3, dat is dan wat de rest van het peloton, zit op 1.49. Dus ik denk dat we groep 3 mogen vergeten in het verhaal. Ik zou nog niet te rap... Nee? Nee, omdat... groep 3. Ik zie daar man van Totaal. Man van Sport Vlaanderen Balwazen, mijn ploeg, wel te verstaan. Dus die jongens hebben de slag gemist en die nemen natuurlijk ook initiatief om te koersen en om terug de kop. Oh, en dan is het ook terug gewoon wegen voor te organiseren, denk ik. Daarvoor worden het heel veel smalle wegen, moeilijk voor te organiseren, moeilijk elkaar te vinden. Ze gaan nu naar de plaatselijke ronde en dan kan de finale beginnen. Ja, dus de motoren hebben we hier al, de eerste motoren hebben we hier al aan de aankomststreep zien passeren. Dus we zijn met deze groep langzaam maar zeker in de richting. Voilà, daar zien we het in de verte de kerk van Arendonk liggen. En dan kunnen we die finale ingaan met die plaatselijke ronde waar het dan hopelijk allemaal nog helemaal moet ontploffen. Maar een boeiend kijkstuk voorlopig met nu nog 4 leiders hier vooraan. Groepje is uitgedund, maar met z'n vieren kan het nog allemaal op minder dan 30 kilometer van de aankomst. Hebben ze nu 1.21, Jimmy Janssens, Dries de Bond, Oscar Riesebeek en Piotr Havik. 1.27 op de achtervolgende groep en dan 1.47 op het wat rest van het peloton.
Aangezien hij ook terug ronddraait, maar natuurlijk zijn allemaal, de mannen zijn allemaal vermoeid. Tegen relatief frisse mannen daarachter. Maar als je dan door die straten, waar dan veel volk staat, Jurgen, en daar wordt gescandeerd, ik denk dan de tijden dat je daar het natoercriterium van Herentals reed, en daar zitten duizenden mensen, hier ook, hè. We gaan niet over duizenden mensen spreken, we gaan niet overdrijven. Het is altijd meer natuurlijk. Hè? Dat loopt hier toch op honderden mensen. Geeft dat dan een boost? Ja, dat geeft altijd een boost, maar als het op is, het stopt natuurlijk, en tegen frisse mannen. We gaan zoals in de camper zeggen, ons gat is luchten en dan kunnen we dus niet passeren. Hè. Voilà, ja. En inderdaad, we gaan ons gat eens kunnen lichten, want hier gaan ze de aankomststreep voor een eerste keer passeren. De vier leiders, en dan gaan we zelf nog eens klokken hoeveel er tussen zit. Tussen deze vier en de eerste achtervolgers, wel aangemoedigd door het publiek hier in Arendonk. U ziet het, langs de straten rijen dik staan ze hier om deze jongens aan te moedigen. Dat is fijn. Dat de organisatie dat zal zien, dat moet dan ook een fantastisch gevoel geven van operatie geslaagd, Jurgen. Ja, natuurlijk. Een eerste keer terug de koers organiseren. Veel vraagtekens van hoe het zijn met het publiek. Maar je dan ziet dat het echt wel leeft hier in Arendonk. Dus de organisatoren heel plezant. Ja, veel volk. De vier die zich rond de kerk kronkelen. Wij uitkijken naar het einde van het rechte stuk. Waar zo dadelijk die achtervolgers gaan moeten opgedraaid komen. Maar nog altijd niet in het vizier. En deze vier blijven dus die anderhalf minuut voorsprong houden. En het lijkt mij dat ze hier terug de samenwerking hebben gevonden. Hier komen de achtervolgers aangereden. Of het is een man alleen. Oei. Ah, dat is Boucher. Dat is David. Boucher. Ja, die zit er nog tussen. Ja. Die zit er nog tussen. Die kan misschien nog wel werk verrichten in de achtervolgende groep voor zijn ploegmaat. Ik denk dat dat Timothy Joseph is. Op 1-10. Daar komt Thomas Joseph, sorry. 1-10. 1-15. Ah, ja, op tv lijkt het dat ze toch niet zo rap rijden. Maar 1-20. Als je hier voor ons neus erbij komen, dan... 1-23. 1-23 met nog twee rondjes te gaan. Dan gaat het tempo toch, is het tempo toch hoog. Hier in die achtervolgingsgroep gaan ze toch nog een tandje bij moeten steken. Ja, ik denk het wel. Het is niet dat met enorme stukken eraf ligt in achterstand. Stukje voor stukje wel, maar natuurlijk op een gegeven moment gaan ze van voor kraken of van achter kraken. Een van de twee. En dan hier de rest van een uitgedund peloton. En dan spreek je toch al over een kleine 2 minuten. We zaten daarnet dan 1.52. En tegen dat de laatste in het groepje zitten we de 2 minuten voorbij gepasseerd. Is het, ja, denk ik, hier in dat peloton een quasi onmogelijke of toch alleszins moeilijke opgave. Maar je ziet toch ook dat het een heel harde wedstrijd geweest is tot nu toe. Hè? Wat heeft ze verwacht aan een massasprint? Volledige stukken en brokken van elkaar gereden. Dat geeft toch aan dat het niet gemakkelijk geweest is. Nog een leuke, Ben Segers, die was daar straks natuurlijk erbij in Kasterlee. En hij heeft blijkbaar een interview met de burgemeester van Kasterlee over dat pompoenschieten. ik weet niet of er uiteindelijk slachtoffers zijn gevallen. Ben, wat was dat met dat pompoenschieten? Dames en heren, live hier op de Memorial Rick van Steenbergen. Ze hebben toch even gestopt bij pompoenschieten. In Kasterlee, er is een wereldkampioenschap aan de gang. Ik heb hier de burgemeester, Wart Kennis. Wart, vertel er eens iets over. Wel, elke tweede zondag van het jaar, in oktober, is er hier pompoen schieten. En dan worden er met katapulten, zoals in de middeleeuwen en zoals in de tijd van de Romeinen, zonder mechanisch aangedreven katapulten, dus pompoenen weggeschoten. Ja. En vandaag is er een afstand bereikt van 455 meter. Dat is echt wel heel spectaculair. Is dat een wereldrecord? Wel, in Amerika doen ze dat ook. Ik heb geen cijfers direct bij de hand van wereldrecords. Ja. Ja. Maar dit is toch wel een heel indrukwekkend gebeuren. Ja. En is dat niet gevaarlijk? Kunnen ze beginnen pompoen tenen of een bol kragen, dat je zegt? Wel, er zijn heel wat veiligheidsmaatregelen genomen. En we gaan ervan uit dat dat op een veilige manier gebeurt elke keer. En pompoensoep maal, dat gebeurt hier ook? Of... Dat gebeurt heel het jaar door in Kasterlee. Als je een drap bijeen gerapt wordt? Nee, maar, nee, niet met deze pompoenen. Daar hebben we heel lekker pompoenen voor ook. Okay. Ja, ja. Ja, dat is wel spectaculair hier. Hè. En hoe lang duurt die wereldkampioenschap? Om 6 uur is dat gedaan? Dit is iets dat nog, denk ik, anderhalf uur gaat duren. Ja. Maar het is wel heel de maand oktober pompoenmaand bij ons. Dus volgende zondag is er ook nog pompoenmarkt. Ja. En over 14 dagen is het pompoenregatta. Dan gaan ze in grote pompoenen varen.
Dus dan is het een wedstrijd. Er zijn meer dan 90 ploegen ingeschreven. En dus dat wordt weer een heel, ook weer een heel kleurrijk en spectaculair gebeuren. Kasterlee, de pompoen staat dadelijk. Bij uitstek. Ja. En vorige week hadden we hier een pompoen van meer dan 1000 kilo. Van een ton. Van een ton. En dat is de eerste keer. Dus dat is echt wel was een nationaal record. En voor Kasterlee ook een spectaculair record. Dus, hè. Heel blij dat we dat hadden. Amai, zeg. Proficiat. Ja, al wel. Voilà, beste mensen, je hebt het gehoord. Kasterlee, de pompoen staat. Voilà, over naar de studio. Tot ziens. Voilà. Ja, en terwijl wij weer in de koers zitten op 25 kilometer van de aankomst, minder dan 25 kilometer van de aankomst, is onze vriend Ben Segers, onze man op de motor, natuurlijk zijn eigen koers aan het rijden. Ik geloof dat we daar op dit ogenblik zelfs wat beelden van kunnen krijgen. Ben die zijn job aan het doen is als man op de motor om de polsslag van deze koers in de Kempen te volgen. Terug in de wedstrijd hier met de Belgische kampioen die er nog eens probeert aan te trekken om te proberen van die 1 minuut 18 seconden ondertussen weer wat kleiner te krijgen. Dus we zien, het gaat wel naar beneden, die achterstand. Het wordt wel kleiner, maar het gaat met mondjesmaat, Ries. Ja, ik denk dat er ook al een paar, of dat de kopgroep al iets dunner is geworden, of de tweede groep iets dunner is geworden. Eerst zaten er twee renners van Waal, nieuwe Russel mee. En nu is het enkel nog Baptiste Plankaert. Dus hij heeft geen ploegmat meer om te helpen. En ik vrees, als het van de kopmannen zelf moet komen, dat ze te laat gaan komen. Dimitri Klaes zit nu op kop. En we zien dat toch de wind pal in de rug. Dus dat wil zeggen dat het echt wel heel snel gaat. En ik kan u verzekeren dat die baan niet goed bollen. Ik ben er deze morgen nog geweest, het parcours een keer gaan verkennen met mijn trainingsmaat, de Siebe. Hij zal het wel horen. Hij zal het graag horen als ik het nu vertel. Dat is een baan, ja. Dus het bolt niet zo goed, hè. Betonnen platen, een beetje in de velden, op en af. Nooit echt een effe wegdek. Dus dat bolt niet zo leuk. En toch zeker niet met die smalle banden. Je voelt alle schokken. Dat maakt het zeker niet gemakkelijk. Pjol Ravik die nog wat even uit de wind gezet wordt, maar nog wat raad komt vragen bij zijn ploegleider. Wat wordt er op zo'n momenten nog meegegeven, Jurgen? Ik denk in deze situatie, dat zou ik zeggen van kijk jongen, van achter draai je ook niet 100% rond. Maar kijk, hier probeert je een beetje te sparen te recupereren, want je zit hier met twee ploegmaats. En laat dit meeste werk opknappen. Zou ik meegeven. En ik denk dat ze hier ook stilaan beginnen gaan te geloven. Hola. En, ja, wat ben altijd de grond. De Bond die daar een kleine bokkensprong moest maken bij het afzakken naar ploegleider Michel Cornelissen. Krijgen we nog eens in beeld. Was tricky, hè? En dan zou het op een eigenlijk knullige manier kunnen gebeurd zijn. Ja. Het is snel gebeurd, hè. De renners zijn ook zo rap dat er niet veel ruimte is voor problemen. Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. Het is nu het moment eigenlijk om nog drinken te gaan halen. Of nog een klein beetje eten of een gelken of een reep of een piton te gaan halen bij een auto. Want op 20 kilometer van de finish, vanaf 20 kilometer van de finish is het verboden om nog drinken aan te nemen van een auto of van de kant van de weg. Je ziet nu toch ook de heer een beetje, ja, de ene te mareert is en de andere gaat een beetje voorrijden. Het draait ook niet meer volledig rond, hè, like voordien. Nee, want dan krijg je snoksjes, maar ja, dan zie je wat er gebeurt. Hè. Sinds de laatste keer dat we het vernoemd hebben, dus ik denk dat het al 2 minuten geleden is, hebben we 1:16. Dus dat ze moeten die magische grens van die minuut, dan moeten ze ondergeraken. En dan, dat is wel een beetje een punt waar het breekpunt zeg je altijd onder die minuut, maar dan raken ze gewoon niet. En je ziet, het loopt nu een beetje op weer terug, dus. Ja, het ding is ook, vanaf dat een coureur iemand in zicht heeft, is het gemakkelijk, of is het motiverend om er naartoe te rijden. Maar dit parcours op Laas Kronen is toch relatief veel draaien keren. In die goede gebied krijgen ze wel een langer stuk op de industrie. Waar dat ze misschien de koproep in zicht krijgen. En dan kan het misschien wel eens een mentale boost zijn dat ze, dat ze zeggen van kom, we gaan rennen. Maar als we goed ronddraaien, dan kunnen we het nog toekrijgen. Ben jij een asfaltman, Jurgen, of een betonman?
Of een kassijn, man. Nee, kassijn. Jawel, kassijn denk ik wel graag. Ja? Ik vond dat wel plezant. Ik heb een tour twee keer op het Roubaix parcours gereden. Eén keer in de giet in de regen. En ik vond dat echt geweldig om te doen. Ik heb vaak gezegd van ik hoor hoe ben ik hier doen, maar tussen ook niet van je kon. Ja, dat was de real stuff in barre weersomstandigheden over die kassei dokker. Zoals we zeiden, het was bangelijk gewoon. Ik zag wel niet veel van de regen en van het slijk, maar ik vond het geweldig. Heb dus die betonwegen, dat ze toch maar, ik weet het niet. Nee, niet. Toen zit dan een lekker nek op de dokker en zo, ja. Zo plezant is het ook niet. Nee. En voor jou, Dries? Liefst asfalt? Van die lekker glijdende asfalt? Zo. Of toch liever wat afzien? Ik heb niet zo graag dat glijdt, want ik ben een keer onderuit opgegaan op gladde asfalt. Oké, dat bolt wel beter, maar het kan ook pijn doen als ik erop uitglijd. Ik denk dat het altijd pijn doet. Maar nu reizen we het rechtstuk richting de industrie eigenlijk. De vlaggen van vlaggen naast de weg waren toch wel in het nadeel. En deze morgen stond er al heel veel wind en ik heb de indruk dat er een klein beetje meer wind is opgekomen. Dus dat is wel een nadeel voor de koproep, maar met een beetje geluk gaan ze uit het zicht zijn als ze eraf draaien. En dan ziet de tweede groep de koproep niet en dat motiveert wel voor de koplopers. Ik zei daarnet, de Belgische kampioen zo wat rondkijken van kom aan jongens, waar blijft die aansluiting? Hij blijft er ook zelf in derde positie zitten. Hij kan niet dieper inzakken omdat die aansluiting er niet is. Wat moeten we daarvan denken, Jurgen? Ja, hij weet ook niet goed van, wat moet ik doen. Hè? Ik heb twee ploegmaten van voorzitten. Hij kan ook niet volgen rijden, want... Hij zit een beetje gevangen in de ploegtactiek. Ja, hij zit een beetje gevangen en je weet ook niet wat de ploegtactiek is. Volgens mij gaan ze wedden op die twee mannen vooraan, wat dat volgens mij op deze moment wel redelijk logisch lijkt. En ik zie nog een samenspel tussen groep 2 en 3 gebeuren. Maar dan, weet ik echt niet. Ja, met de wind schuin op kop, een beetje waaiervorming, 20 en een halve kilometer nog te gaan. Opnieuw 1.20 voor de 4 voorop. 1.42 voor die derde groep, die blijft toch ook zo hangen. Op een goede 20 seconden van dat tussenpeloton. Hè. Daar kijken we, achteruit. Ja, die zie ik misschien ook nog wel terugkomen tegen alle berichten die ik daarnet eerder in deze uitzending gezegd heb van dat is over en out. Die zijn nog niet uitgespeeld. Nee, inderdaad. Dat is het mooie aan de koers, hè, de onvoorspelbaarheid. Er zitten ook wel redelijk goede coureurs in de tweede groep. De derde groep. Twee man van Cofidis. Nog een manneke van Rompot. Twee, drie man van Metek, denk ik. Met Arvid de Klein. Nog niet over gesproken vandaag. Maar vooraf was dat toch wel een van mijn outsiders. Goed op dreef de laatste weken. Sterke man, hè? Sterke man, snelle man, jonge man. Dus ik hoop voor hem dat de aansluiting snel gemaakt is en dat ze die op poten kunnen zetten. Maar ik heb de indruk dat het 127 Chase van Dalen, het feit dat ze van achter blijven hangen, je ziet hier op de kant. En voilà, van Staaien. Pootjes leeg. Pootjes leeg op de kant komen te zitten. Een borduur leggen, als ze zeggen, en dan is het over. Als je de snelheid niet hebt om aan te pikken, dan moet de zon een effort leveren om toch aan te pikken. En ja, dat kan zoveel zeer doen. En als het op is het op. En dan moet je niet meer proberen om nog aan te pikken. Van Staaien, winnaar van deze koers in 2010 en nu derde in de stand. Dus was een man die een rol van betekenis had kunnen spelen. 19 seconden, de achterstand tussen groep 2 en groep 3 op 19 kilometer van de aankomst. En de tweede groep nog altijd 1.17 op die vier leiders. De achterstand blijft status quo en de afstand tot de aankomststreep wordt al maar kleiner. We zien daar groep 3 langzaam maar zeker naderen. Het is een secondenspel. Ze hebben er weer een secondje of twee. Nee, ook nee, dat komt er opnieuw terug bij. Ze hebben weer wat weggeknabbeld, ging ik zeggen. Maar ze blijven ook weer even hangen. Het gaat moeizaam. En hier ook in die tweede groep. Die voelen natuurlijk die derde groep naderen. Die gaan zeggen van oké, we wachten op de aansluiting. En dan met z'n allen er tegenaan, Jurgen. Ja, maar je ziet toch ook dat bij groep 3 niet vlot een naartoe rijden is. Dat ook wel moeizaam is. Dat geeft toch aan dat de koers heel zwaar geweest is en dat iedereen echt op zijn tandvlees zit. En het is natuurlijk al een tijdje zo ertussen en je denkt van ja, ze rijden naartoe, maar ze blijven toch
Op een paar honderd meter echt hangen zo. Ja, en het vaak op televisie krijg je dan een beetje vals beeld, hè, want je denkt het gaat allemaal niet zo goed vooruit. Maar je ziet aan de andere kant echt verder weg achteruit geslagen worden. Doen ze niet. Ze lopen zelfs een klein beetje in. Kleine secondjes allemaal. Dus dat wil zeggen dat die snelheid er toch nog wel wat in zit. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat we ook mogen zeggen, chapeau voor die mannen vooraan, die vier. Dan moet toch aangeven dat ze echt wel sterk zijn. En je ziet dat niemand echt goed terugkomt op hen. Niet te geloven dat daar iemand nog even de straat op ja, komt. Het was een boete doen om die drinkbus weg te nemen voor de renners. Maar ja, met de fiets kunnen we ook de rond sturen. Ja, dat is voor sommige mensen niet echt begrijpen dat ze nog even op de baan moeten lopen. Ja. Je kunt beter wachten tot alles gepasseerd is. Hij zal het wel gedaan hebben voor goed te doen, maar soms ja, op het traject van de koers komen, dat is niet the way to go. Nee, dat kan allemaal heel snel gebeurd zijn. Hè. Een fractie van een momentje, want dan zie je pas hoe snel dat ze bij die man waren. Op dat moment krijg je echt het gevoel van de snelheid. Ja. Kijk, de groep 3 komt nu terug bij groep 2 en we zien daar twee mannen van Cofidis bij. Met, ik denk van Lerberg dat erbij zat. Als ik mijn goede. Ja, nu is het een interessant moment om te zien wat er gaat gebeuren. Van, ja, wie gaat ze eigenlijk echt organiseren? Wat je zegt, volgens mij Cofidis, je zit met de meeste mannen. Nee, van Lerberg is er niet bij, sorry. Want je zit nu toch met een groep van ongeveer, pakweg, ruwweg geschat, 35 man? Ja, ik denk dat ze nu echt direct moeten gaan beslissen van wat gaan we doen, wie gaat er rijden vanuit de ploegwagen. Want hier wil ik het treuzel, moet je dat niet gaan doen. Nog 17 kilometer te gaan. De voorsprong was altijd 1:17. Een goed moment om Jurgen van den Broek te bedanken voor zijn komst en zijn bijdrage in deze wedstrijd. Jurgen, het was tof om je nog eens te zien, te spreken. En vooral om je deskundig commentaar en co-commentaar hier mee te pakken in deze bingo-wedstrijd. Dat is heel graag gedaan. Van België. Veel succes met alles wat je nog gaat doen. En ook in de marathons. En jou kennende gaan we ook daar misschien nog wel jouw naam hier of daar horen vallen. Is te hopen, hè? Voilà. Vallen niet liefst? Nee, niet vallen. Dan gaan we jouw naam horen klinken. Jurgen, bedankt. Graag gedaan. En dan gaan we terug de microfoon aan Chris geven, die samen met ons de finale van... Die kent de wegen binnen en buiten. Dus. Die kent de wegen binnen en buiten hier. Wij kijken aan de aankomststreep. De wedstrijdwagen passeert hier. En dan is het kijken naar de eerste vier leiders hier. Wat is de plankaart die nog even wat verhaal gaat halen bij de ploegleiding. Hier een probleempje voor de man van Tartaletto Isorex, David Boucher. Daar is de pijp ook uit, zo lijkt het me. Ja, lek. De lek. Lucht uit de band, denk ik. Ja. Ah, ja, zoals mensen die hebben we niet meer bij ons, maar Chris Willemsen nog wel. En blijkbaar heeft Ben Segers een vraag voor Chris Willemsen. Nog heel even jongens, want Chris is naar binnen aan het komen. We zijn die aan het klaarmaken dat hij het woord kan voeren en kan reageren op wat Ben te vragen heeft. En wij in die achtervolgende groep met de Cofidis-mannen die de strijd voeren voorin dat peloton, een uitgerokken pelotonnetje. Eens kijken of dat die opvolging daar aan de kop van de groep wat loskomt. Derde positie zien we daar Corendon-man. Nou, die gaan natuurlijk niet meedraaien. Die gaan zeker niet meedraaien, die gaan afstoppen. Ah, Chris is in positie. Ben, wat is jouw vraag? Ja, nog altijd Ben hier live op de motto. Op de Memorial Rick van Steenbergen. Wij komen richting Arendonk. Wij willen niet meebrengen, we rijden even te eten. Chris, wat heb je gehad bij wat fruit? En ga je wel. Wat heb je gehad bij wat fruit? En zijn meestal even door. Ben. We hebben niet gegeten, is trek. Ben. Oké, okay, tot zo dadelijk. Voor mij is speciaal. Oké. Okay. Heb je de vraag gehoord, Chris? Ja, ik heb het gehoord. Wat wil jij bij de frieten? Gewoon een currywurst speciaal. Een currywurst. Met de matte ketchup. Oei, dat is wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Geen curryketchup voor Chris, jongens. Tomattenketchup. Tomaten. Een grote of een kleine friet, Chris? Nou, een kleine, hè. Dus een grote kan ik niet opzetten. Ik zou nog maar eens beginnen te groeien. Zalig. Zalig
is ook deze vier jongens die ondertussen op minder dan 15 kilometer van de aankomst zijn en 1 minuut 15 overhouden. 1:15, Dries, zou dat kunnen volstaan? Ja, we hebben de Jurgen horen spreken van de minuut per 10 kilometer, maar dat geldt meestal niet op lokale circuits. Waarom? Omdat de wegen iets smaller zijn, meer draaien keren, meer bochten. Waarom de leiders toch wel uit zicht zijn van de tweede groep. Maar we zagen nu toch wel de renners van Cofidis het initiatief nemen. En hier komen ze voorbij de vier leiders en de klok begint weer te tikken. Hoeveel is de achterstand, of beter gezegd, hoeveel is de voorsprong voor deze vier jongens? Want daar draait het om in deze koers. Voorblijven en niet afgeven. Chris, niet afgeven. Nee, zeker niet. In de straten van Arendonk. Mijn Arendonk. Ja, naar de snoekers. Gewoon, hè. Dat is misschien een café waar je aan de koers gaat. Nee, nee. Ah, toch niet? Nee, dat is een beetje terug. Dat is een beetje terug? Ja. Op de Daris. De Daris? De Daris. Hoe heet het café? Café Angel. Angel. Oh, dat is een zalige naam. Ja, inderdaad. Goeie café ook. Een heel goeie café. En Nancy. En Paul. Oh, oh, oh. Café Angel, maar Nancy staat achter de toog. Ja, Angel is de moeder. Dat is zo'n naam met een soort van... Ja, een Franse grandeur, ja. Vind ik. Ja, he? Dat kan. Ja, zou een Franse filmster kunnen zijn? Dat is. Om het in jouw terminologie te houden. Het pelotonnetje dat achtervolgt komt hier aan. Ze hebben 1, 3, 4. We zitten aan ongeveer 1, 10 nu. Dan hoort het niet. Status quo lijkt mij 1, 14. 1 seconde minder. En de aankomststreep is niet ver weg meer. We gaan zo stilaan naar de laatste 10 kilometer. Wat is het, Chris? Begint de adrenaline te pompen? Ja, dat begint, hè. Bij mij pompt altijd iets. Ja? Mijn hart. Ja, gelukkig. Ja, maar goed. Er is nog leven in de brouwerij. Chris, dat moet, hè. Dat moet, Chris weet dat te brengen, jongen. Dat moet, hè. Dus anders zou het maar triestig zijn. Anders zou het maar triestig zijn. Zo is het. Dries, als je dit ziet, heb je dan zoiets van, godverdorie. Ik had er graag bij geweest. Die stomme blessure. In de eerste groep natuurlijk. Volgend jaar, hè. Volgend jaar, hè. Ja. Hoe ver staat de revalidatie trouwens? Goed. De breuken zijn geheeld. Enkel ja, mijn schouder was ook geraakt, dat is niet gebroken. Maar het is toch wel een klap gehad. En dat is nog wel slap en een beetje onwennig. Pijnlijk. Zelfs een maand na de val. Eén lang lint. Dat ja. Is de achtervolgende groep. Het is hier ook smal natuurlijk in de straten van Arendonk. Dan is het moeilijk om met z'n allen naast elkaar te gaan rijden. Gaat dat ook liever niet gedaan worden. Vooraan de mannen van Corendon uiteraard. Die de boel wat controleren, afstoppen. 1-7, 1-6. Ze zijn toch weer aan het terugknabbelen. Met nog 12 kilometer te gaan. Begint er toch wat leven in die brouwerij te komen, met de woorden van Chris hier nog eens gebruiken. Gelukkig maar, de Toremansmolen. Moemoe van de Molen. Had ik een overgrootmoeder. Serieus? Ja. Moemoe van de Molen. Moemoe van de Molen. Ja. Ik heb Moemoe Broekkant, waar jij woont. Op de een of andere manier, ik loop hier nu al sinds vanmiddag met jullie rond, gasten, lijkt het dat iedereen hier in Arendonk wel op de een of andere manier met elkaar verbonden is. Wel natuurlijk, Arendonk is niet groot, hè. En ik en Dries in elkaar wel eens. Ja. Passeren hier en daar. Ja, ja, ja. Iedereen kent hier iedereen nog? Ja, ik denk het wel, ja. Gezellige gemeente om te wonen. Heel zeker. Voilà, 11,6 en 1,5. Dat is de achterstand. 1 minuut, 5 seconden gaat de groep hier achter verscholen. Achter die mannen van Corendon. Die ze toch lang laten controleren. Ik zou zeggen van jongens, kom aan, kom daar achteruit. Probeer die boel open te gooien. Ja, en, de jongens van Metek. Ik moet zeggen, Metek heeft al wel redelijk initiatief genomen aan het begin van de koers. Samen met Wanti de boel open te breken. Of de controle te bouwen op die grote kop van toen nog 7 renners. Je ziet toch ook... Het is een heel zware koers geweest. De renners zijn afgepeigerd. Hier Oscar Riesbeek nog een keer de rug strekken. Ik zag hier net bij de doortocht aan de finish Dries de Bont toch ook met de mond wijd open. Dus dat wil toch zeggen dat er echt wel hard gereden wordt. En
in het peloton. De jongens van Wanty hebben er alles aan gedaan om terug te komen. Maar uiteindelijk, ja, door de zwaarte van de koers, hebben ze hun krachten al te vroeg moeten opofferen om terug te komen op de eerste groep. En dat bekoopt in de finale. Het is in België en Nederland. Twee Belgen, twee Nederlanders. Ja. En dan moeten we chauvinistisch zijn en hopen op de twee jongens van Corendon. Maar Jimmy Jansen, nummer 3 hier in beeld, man van de Kempen. Die in hun positie eigenlijk bijna niet anders kunnen doen dan verliezen. Ja, er kan maar één coureur winnen van de zoveel starters. Dus er zijn altijd heel veel verliezers in de koers. Maar ja, zo wordt dat niet echt bekeken. Maar natuurlijk, er is wel wat druk op de jongens en schouders. Maar ik denk dat ze wel een paar keer in die positie zijn geweest. Dat ze ervoor moeten rijden. En ik denk wel dat ze er ervaring mee hebben. Keihard, hè, Chris. Dat uiteindelijk straks herinnert iedereen zich nog de winnaar en al de rest niet meer. Zo is dat altijd, hè. Nou, in voetbal is dat anders natuurlijk, hè. Dan zijn er 11 of 16 winnaars natuurlijk, hè. Klopt. Dus daarom dat ik ook iets... Ik zie wielrennen en koersen ook graag, hè, maar ik zie toch liever voetbal. Omdat er meer winnaars zijn. Heeft dat ermee te maken? Ja, ook al, maar ik heb vroeger zelf gevoetbald, dus dat was nog een mogelijkheid voor mij vroeger. Dus ik ben 4 jaar premium geweest. U echt zeker dat nu noemt? Dus, En dan heb je daar 20 jaar gespeeld? Nee, dat wil niet. keihard, de koers 9,7 kilometer, 1 minuut. Ik vrees dat het verhaal voor de achtervolgende groep klaar is. Tenzij natuurlijk die kopgroep volledig zou stilvallen. Maar daar lijkt het voorlopig niet op aan te sturen. 1,1 minuut of 1,1 is de achterstand. Daar blijven het om schommelen. Ze geven niet echt veel meer prijs, Dries, vooraan. Nee, het is alleen nog Dimitri Klaes van Cofidis dat op kop rijdt. En met in zijn wiel Otto Vergaarde van Corendon. En Otto gaat natuurlijk niet overpakken. Zeg jij ook dan de chauvinist, Chris, om te zeggen van nee, voor mij moet het een Belg zijn? Ja, liefst wel, hè. Je bent een Belg, hè. Dus liefst dan wel een Belg natuurlijk, hè. Voilà, dat is ook weer uitgesproken. Dan hebben we daar straks geen misverstanden over. Als we, alles voor het vaderland. Alles hè? Voor het vaderland. En een goede frit. Oké, en een goede frut. En een goede frut, voilà. De klanen, hè. De klanen, inderdaad. 1 minuut 03 op minder dan 9 kilometer. We zijn net het 9 kilometer punt gepasseerd. De Belgische kampioen die nog eens achterom kijkt. Die denkt van, laat de anderen het maar opknappen. Ja, ik denk dat we de winnaar vooraan moeten gaan zoeken. Ik denk dat we de winnaar inderdaad vooraan moeten gaan zoeken. En dit soort acties hadden we misschien liever iets vroeger gezien. Om niet dat we die 4 jongens vooraan de overwinning niet gunnen. Maar een beetje aan die boom schudden. Dat had eerder moeten gebeuren om op die manier dat gat te proberen dichten. Want met een goede 1 minuut en nu bijna net 8 kilometer te gaan, lijkt het spel in deze Memorial Rick van Steenbergen 2019 gespeeld. Of is er nog een verrassing? Heeft er nog iemand een wit konijn in de hoed steken? Ja, ik zie ook hier van achter in de tweede groep. Iedereen kijkt naar elkaar van ja, doe eruit. Oké, we hebben nog een kort interview van onze vriend Ben Sekers. Die had de organisator Ben Simons in de wagen aan de microfoon. Ben, wat had hij te vertellen? Dames en heren, ik denk dat we toch wel niet de grote organisator in onze rug zien. Benny Simons, we gaan eens polshoogte nemen. Benny Simons, we gaan hem even aan de praat krijgen. Dames en heren, de grote Benny Simons hier. Benny, hoe verloopt de koers? Heel goed. Wie is er op kop? De wind. De wind is op kop, dames en heren. Bedankt voor de informatie. Tot zo dadelijk. Ja, gaas geven.
Inderdaad, de wind is op kop. Een uitspraak ja, die misschien wel belangrijk is geweest voor het slot, de ontknoping van de wedstrijd. Want daar heeft de wind toch wel een cruciale rol gespeeld, Dries. Ja, hier in die open vlakte is het... als je de wind in de rug hebt, is het heel leuk. Maar zoals de Ben zei, van wind op kop, dat valt... dat nodigt niet uit om vol door te gaan. Omdat je dan te veel voordeel hebt in het wiel. Nog 7,2 kilometer. 1 minuut en 1 seconde. We gaan misschien eens een uitzoom krijgen naar het achtervolgende peloton. Maar dan moeten we toch wel een heel eind achteruit kijken. Kijk eens aan waar dat achtervolgende peloton dat ja, helemaal uit elkaar gerokken is. We zien twee groepjes van drie die licht vooruitrijden op de rest van het pak. Maar die cartouche, die hadden we misschien liever iets vroeger gezien, Dries. Ja, maar kijk, die jongens van Corendon zijn weer mee, Timmerlier, Notorgade. Dus die jongens zeggen van, ja, kijk, wat moet ik doen? Moet ik er naartoe rijden en naar mijn eigen ploegmaat rijden? Dat kunnen ze eigenlijk ook niet maken. Dus blijven ze maar op het wiel zitten en dat zorgt dan voor onrust. Of frustratie voor de andere renners in die achtervolgende groep. Corendon, tactisch sterke wedstrijd gereden. Ja. Sterke coureurs gewonnen in het algemeen. En dan zie je, Chris, koers individueel, maar dan zie je toch die ploegtactiek. Ja, natuurlijk. Het is echt individueel. Halder eind meet niet alleen, natuurlijk. Hè. Dat weet ik ook. Ik heb de ploegmakers wel nodig, natuurlijk. Ben Segers zit op de motor, vlak voor de kopgroep. Ben, het woordje aan jou. Dames en heren. De kop van de wielerwedstrijd Memorial, Rick van Steenbergen. Die hangt in mijn nek te hagen. We kunnen die ook wel wat op de wend zetten, hè? Patrick, wat denk je? Of gaan we dat niet doen? Wel sportief van Ben en Patrick, onze motorrijder, om die jongens niet uit de wind te zetten. We gaan niet aan wedstrijdvervalsing doen. 57 seconden is de achterstand op de voorlopers, op de kopgroep van 4. En dat 5,8 kilometer van de aankomst. Hier volgen de aanvallen elkaar in snel tempo op. Deze twee die er nog eens vandoor gaan. Aansluiting proberen te zoeken. Bij die anderen die er nog tussen hangen. Maar het is allemaal praat voor de vaar. Ja, die gaat te laat komen. Die gaan te laat komen, inderdaad. Want deze vier zijn gaan vliegen. Chris, hebben een geweldige wedstrijd gereden. Hè. Wat een inspanning hebben die geleverd. Amai, ik ben er echt jaloers op. Chapeau voor die mannen. Ja, ja. Voor iedereen natuurlijk. Alle deelnemers natuurlijk. Hè, want... ja, maar deze vier dan toch een klein beetje. Natuurlijk. Laat ze maar op het podium. Hè, ja. Jammer dat er niet op het podium staan. Maar ja, dat is helemaal koers. Hè. Dat is de hardheid van de koers. En gaat het. Want ze verdienen het alle vier. Hè. Ze verdienen het alle vier. En, voilà, ik denk dat we met drie op het podium gaan staan. Als we dit zo zien. Ja, maar wie valt eraf? Ah ja, nummer 5. Wie valt eraf? Oftewel, ik kan hem heel goed acteren. Even kijken. Nog eens even meegeven. Met het nummer 3 Jimmy Janssens. Met het nummer 5 Dries de Bond. Met het nummer 91 Piotr Havik. En met het nummer 45 Oscar Riesebeek. Dat zijn de vier. En één van deze vier gaat de opvolger worden van Theo Bos. De laatste winnaar, de voorlopig laatste winnaar van Rabobank was die man. In 2012 laatste winnaar van de Memorial Rick van Steenbergen. Een traditie waarmee we terug aanknopen hier in Arendonk. Beerse gestart vanmorgen voor een rit van net geen 200 kilometer. En nu zijn we nog op 4,4 kilometer van de aankomst. De achterstand 52 seconden, maar dat is allemaal niet belangrijk. Zelfs al vermindert hij nu tot 50 seconden. Het gaat volstaan voor deze vier. Deze vier gaan spurten voor de overwinning, voor de zege in deze Memorial Rick van Steenbergen. Piotr Havik, de beste papieren? Dries? Dat is moeilijk te hier zeggen. Denk je lang over na. Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik denk niet dat Piotr Havik de te sprinter is van de kopgroep. Ik denk dat Dries de Bond de snelste benen heeft. Piotr Havik is meer een hardrijder.
Ik vond hem daarnet een beetje lang achteraan bleef zitten. Nu zie je wel aan het sleuren aan dat groepje. Het vorige beeld dat we kregen van de koproep zat Riese Bont ook achteraan. Dus oftewel is het één comedie of heeft hem echt iets mindere benen. Of zit hem te broeden op nog een late uitval. Op 3,7 kilometer zit hij in elk geval in ideale positie. Derde schuift nu naar positie 2. Het is nog ver natuurlijk. Tweede groep op 50 seconden, derde groep op 1,26. Daar gaan we ons niet meer mee bezighouden. We blijven bij deze vier. 3,6. Tja, en Riesenbeek, ik ken zijn sprintcapaciteiten niet. Maar ik denk dat hij ook vooral een hardrijder is. Dus gaat het tussen de twee Belgen moeten gaan? Ja, tussen de twee Belgen. Ik denk dat ze elkaar niet een das om gaan doen, toch zeker niet twee ploegmaats. Maar ja, de achtervolgende groep gaat precies toch wel, komt toch wel redelijk snel, 49 seconden nu. De derde groep die zijn uitgeteld, dat is 1 minuut 31. Op 3 van de finish is dat veel te laat. Het zou wel een waanzinnige remonte zijn dat die op 3 kilometer 40 seconden en wel meer, 48 seconden gaan dichtrijden. Maar goed, we hebben het nog eens zien gebeuren. Ja, dat hangt er vanaf. Als hij de ene niet voor de andere wil rijden en als de mannen van Corendon de opdracht hebben gekregen via de radio, dat Tim Merlier en Otto Vergaren komen, twee relatief frisse mannen. En hun snelste man, want ik denk wel dat ze zeker zijn dat Tim Merlier de snelste is van de kopgroep, al dan niet, van de tweede groep, al dan niet van het hele peloton. Dus als zij zeggen van oké, wij rijden niet meer en houden de benen stil, en als Riesenbeek en Havik zeggen van ja, kijk, ik ga het niet doen, want dan ben ik ook geklopt. Het is een raar spelletje, de koers. Ja, toch weer goed, hè, Chris, dat in die achtervolgende groep. Corendon zit daar toch ook weer bij. Hè. Ze hebben hun mannetjes al overal wel goed geplaatst in deze koers. Ja, dat moet denk ik wel. Hè. Dat is wel eigenaardig. Is dat dan dingen? Denkt u dat dan de ploegleiding is dat stuurt? Of zijn dat de mannen met de goede benen? Wow. Of een combinatie van? Het zal de combinatie wel zijn, hè, want als je geen goede benen heeft, dan kan de... Dan kunnen ze zeggen wat ze willen, hè. 44 seconden is de achtervolgende groep, de achterstand op de achtervolgers. En Ben Segers zit daarbij. Ben! Dames en heren, hier op het kruispunt van een broekend ruimen wij hier deur. Achter mij nog altijd de tweede achtervolgingsgroep. De jury, mantels aan om deur te rijden. Hij lust hem niet. 1,9 kilometer, 43 seconden. 43 seconden is de achterstand. En deze vier houden stand op minder dan 2 kilometer van de aankomst. Het punt van de 2 kilometer zijn we net gepasseerd. Dries, de nervositeit die neemt toe. Ik of Dries de Bond? Bij alle twee, denk ik. Ja, ik zal. Kijk, hij heeft het gehoord en hij gaat gewoon van de kop af demareren. Hij voelde dat Riesenbeek zijn benen stilhield en. Ja, kijk, Havik zat nu positie 3 en voelt zich precies nog wel goed. Havik, ja. Gaat waarschijnlijk naar het wiel, op het wiel gaan. Komt op het wiel. Deze twee lijken het even voor bekeken te houden. Of krijgen we toch nog een cartouche van Riesenbeek? Zet zich recht bij het uitkomen van de bocht, maar dan toch snel terug in het zadel. En heeft het gezelschap van de Corendon ploegmakker van de man voorin. En de man voorin is natuurlijk Dries de Bont. Nu in het wiel van Piotr Havik. De twee achtervolgers, de twee mannen die moesten wat terrein prijsgeven, lijken toch weer te gaan terugkomen. Nog 1 kilometer. Het zal toch een sprintje zijn. Ja, het is moeilijk te zeggen, want Riesenbeek kon natuurlijk niet vol... Nieuwe cartouche van Dries de Bont. Nieuwe cartouche van Dries de Bont. Ja, en ik denk dat dit de goede is. Ja. De Dries. Chris, onze man gaat winnen. Denk het ook. Oh, la 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 la. De drie vallen stil en Dries de Bont. Precies een raket. Een raket, jongen. Amai. Kunnen we dat ook niet in frituur krijgen, een raket? Dat weet ik. Is dat geen ijsje? Een crème glas. Ja, dat is ook van de Kempen. Ja, een raket. Een raket. Saflet. Dries, dat is het, hè. Deze is geweldig, hè. Dat is gebeurd. We gaan hier aankomen, hè. We gaan hem hier direct aan de finish zien staan. We krijgen hier de motor al. Motor. Ja. En dan moeten we hem zo dadelijk gaan zien verschijnen. Dries de Bont, een geweldige eindoffensief ingezet in deze Memorial. Rick van Steenbergen, kan het mooier?
De man van wie we hoopten dat hij een gave prestatie zou neerzetten, doet het hier gewoon met een fantastisch eindoffensief. De eindaanval hier, aangemoedigd door een fantastisch publiek. Arendonk op de kop. En de spurt voor de tweede plaats, ploegmaat. Ja, ja, mooi afgewerkt. Jimmy Janssens vlak voor Piotr Havik. Wat een podium, Dries. Ja, sterk. 1 en 2. Twee Belgen, hè? Twee Belgen. Hey, voilà, high five gasten, dank u wel. Ongelooflijk. Nu even kijken wie de spurt voor de andere ereplaatsen gaat winnen. Ze komen achter de bocht uit. Ze zijn met z'n 2, 4, 6, 7 man die gaan spurten. En is het de Belgische kampioen die het afmaakt? Jawel hoor. Okay. Man, man, het is België boven hier, Dries. Ja, ja. Hier, voilà, de winnaar. Dries de Bond en Jimmy Janssens, ik denk dat ze allebei gelukkig zullen zijn. Wat een schitterende apotheose. En mooi ook voor deze koers dat het dan een man is uit ons land. Ja. Man hier die we kennen, die het ook afmaakt. Je had hem aangestipt. Ja, ja. Ja, het is een initiatief genomen vanaf de start eigenlijk al in het offensief. Met de ploeg. Eigenlijk een sterke prestatie. Ja, we zien hier de man met het nummer 1, Tim Merlier, die deelt in de vreugde. Het is gewoon een Coronel Circus feest. Ja, dat is wel schoon. Ze gunnen het elkaar, hè, dus. Ja. Het is een magnifiek. Ik weet niet of we nog mogelijkheid gaan hebben om nog wat interviews mee te pikken. Dat zal zichzelf wel uitwijzen. Deze mannen zijn nog wat aan het uitfietsen. Die gaan zelfs nog wel richting. Nou, ik dacht te zeggen, is dat al een schot die daar komt langslopen? Maar die had gewoon zijn hemd omgebonden, denk ik. Oh, ik had het niet gezien, want ik zit iets te laag. Geen mannen met kilts zien rondlopen vandaag? Niet opgelet. Niet opgelet. Oh, daar let ik niet op, hè. Op mannen met rokjes. Nee, dat is waar. Ik let op iets anders. Ah, dus. Oké. Okay. Naar Angel. Nee, ja, ook niet. Ook wel. Wel ook straks. Wel. Hè. Straks. Heb jij een. We hebben de zender straks Korsendonk gepasseerd. Heb jij een lievelingsbiertje? Ja, ik drink meestal een Jupiler Blue. Oké. Okay. Hier nog eens kijken naar de aankomst. Sponsor verzorgen, uiteraard. Nog eens achterom kijken, maar dat is voor de formaliteit. Maar wat een prestatie. Dat eindkanon, dat mocht er wezen, hè, Dries? Dat, ja, het was tactisch sterk, net voor een bocht van de kop af. Eigenlijk. Waarschijnlijk ja, onder een arm doorgekeken en zeggen dat Riesebeek net niet attent was. En daardoor ja, kon hij relatief gemakkelijk de voorsprong of de brug maken, de bres slagen. Dan is Piotr Havik nog één keer teruggekomen, maar oh ja, hij voelde zich waarschijnlijk de beste. En ik denk dat Piotr de fout heeft gemaakt om te snel over te nemen. En dan kon Ries het ploegenspel spelen door Jimmy Janssens te laten terugkomen. En dan zelf opnieuw te gaan. Het was vlammen in twee bewegingen. Hè. Hij ging de eerste keer, dan kon Piotr nog even terugkomen. Maar dan die tweede, daar zat zoveel snee op, ja. Dat was onhoudbaar. En je zag onmiddellijk, dat was een gat van 100 meter. Ja, het is dat. Er moet maar één keer getwijfeld worden van de anderen. En de koproep was niet groot, dus er zijn maar vier renners in de koproep. Eén die ervan demareert. De andere is een ploegmaat, Jimmy Janssens. En de twee anderen moesten het vuile werk opknappen. En dat kunnen ze niet blijven doen. En dan één keer breekt het en is Dries de Bond de sterkste gebleken. Ja. Dries, even het kopje op het stuur. Die is diep geweest. Hè? Ja, die is al heel diep geweest. Hè? Hier is Baptiste Plankaert, de eindwinnaar van de bingo. Ja, volk van de Plankaert. Ik denk dat het een achterneef of zoiets is. Nee, het is zelfs geen verre. Ik had me laten vertellen dat er toch ergens een vorm van verwantschap was, maar blijkbaar dus niet. Nee, ja, ik rij bij zijn twee broers. Ze zijn ook een heel groot wielergeslacht, de Plankaert. Dus mijn ploegleider, Walter Plankaert, van Eddy Plankaert. En... Ja. Maar Emile Plankaert en Edouard Plankaert, dat zijn de broers van Baptiste Plankaert, ja. Maar ze zijn eigenlijk geen verre verwant van Walter Plankaert. Oké, goed. Dank je voor deze informatie. Hey, Joël Smets is nog even komen binnenlopen. Joël, ik zou zeggen, pak nog even de microfoon. Ja, hij komt in een fritje brengen, denk ik. Een fritje brengen? Nee, niks bij. Voorlopig nog niks bij. Joël, je hebt het einde van de koers ook gezien. Wat een eindoffensief van die Dries de Bond, joh. Ja, chique gedaan, moet ik zeggen. Hè, want
ik had er straks al aan een Dries gevraagd, hè, van, ja, zouden die mannen dat kunnen houden? Aan onze Dries? Aan onze Dries, hè, ja, ja. Ja, ja, inderdaad, niet aan de winnaar. Maar ja, inderdaad, toch wel sterk gedaan. Hè, want het was toch een koers niet van 100 kilometer, het is een koers van 200 kilometer. En toch redelijk lang, ja, meer, hoe lang hebben die op kop gereden? Lang, hè? Lang, want die zijn eigenlijk vrij vroeg vertrokken. Ja, ja, heel de koers bekend. En, ik denk wat Ossem Dries dat te strak ook nog over gehad had, van een beetje toneelspullen. Want op een gegeven moment had ik een beetje een indruk. Ja. Toen dacht ik van, wow, die is het zo leeg als een doos. Maar die is een bobaan is helemaal af. Maar nee. Was redelijk sterk gedaan. Ja, goeie acteur. Ja, en hier op Tenden heeft hem eigenlijk tijd genoeg om nog eens rond te kijken en te genieten van de overwinning. Hè? Ja, ja. Als je een ronde. Als je zo'n seizoen kunt afsluiten, dat is schoon. Ja, dat is goed voor de moraal. Ja, als we die laatste wedstrijden, want ja, dat is altijd wel chic. Als je dan goed in vorm bent en je kunt zo afsluiten, dat is een goede motivatie voor de winter in te gaan, hè, voor het jaar erop voor te bereiden. Niet dat hij zich zorgen moet maken, denk ik. Hij heeft nog een contract bij Coronel Circus. Er zijn toch heel wat ploegen die gaan verdwijnen. Ik denk die Luxemburgse ploeg, een van de oudste ploegen. Ja. Die het na 13 of 14 jaar voor bekijken houdt. Het wordt toch moeilijk. Het zijn moeilijke tijden. Voor die dingen, voor die kleinere ploegen. Oh, maar ja, we horen dat ook bij de grote ploegen. Dat budget rondkrijgen is altijd wel moeilijk. Ah, interview! Weer een Belgische winnaar van de Memorial van Steenbergen. Geweldige overwinning, geweldige koers. Hoe jullie de wedstrijd gecontroleerd hebben met Corendum Circus. Vertel eens die slotfase. Ja, het was. We schoten nog met 4 over van die vlucht. We wisten dat we allemaal vol moesten rijden om vooruit te blijven. En met het gevolg dat echt. We zaten al zo lang samen onderweg. We zaten allemaal met die wind ook volledig op ons tandvlees. Ja, wij hebben dan een beetje het voordeel kunnen uitbuiten dat we met ons twee waren, van de 4. Het was een heel vreemde finale, omdat iedereen zat zo kapot van ons 4. We hadden zoveel schrik dat ze niet terugkomen. We zaten allemaal kapot. En dan, mijn tweede aanval was mijn goede, denk ik. Eerst kwam Piotr nog eens terug. Maar ik wist dan dat ik zeker niet moest doorrijden, omdat Jimmy er nog achter zat. Dus dat kon die eventueel nog van achteruit komen. En toen hij bijna terugkwam, heb ik van achter Piotr nog eens gegaan. En dat was blijkbaar de goede. Nochtans, voor je ultieme tweede aanval, een paar kilometer eerder, leek je het heel moeilijk te hebben. In zoverre dat ik dacht van, hij gaat er toch wel bij blijven. Ja, maar ja. Ik zat zeker in vast dat blok, maar ik vind dat, ja, ik heb er nog een beetje schepje bovenop gedaan. Dat dacht ik al, ja. Halle in Gooichem gewonnen, deze wedstrijd gewonnen. Zat je met de eindzegen ook in je hoofd? Want uiteindelijk, ja, je eindigt niet zo ver, hè, ook door de gouden kilometer. Die punten kom je tekort eigenlijk. Ah, ik ben er eigenlijk niet mee bezig geweest vandaag. We zaten met een ander klassement in ons hoofd met de ploeg. En ik denk dat dat... Europe Tour, wildcard voor de World Tour. Ja, ik denk dat dat een beetje de grootste motivator was vandaag. We waren erop gebrand om nog een heel grote inspanning te doen om nog zoveel mogelijk punten te verzamelen ten opzichte van Wanty. Daarom ook onze gedurfde aanval met 3 in het begin van de koers. Omdat we daarmee Wanty zeker in het verweer hebben geduwd. En ik denk dat dat een tactiek is die enorm goed gewerkt heeft vandaag. Zijn jullie nu al zeker? Ik heb er geen idee van. Het is een ingewikkelde berekening natuurlijk. Ja, het is een ingewikkelde berekening. Het rekensommetje moet nog gemaakt worden, denk ik. Deze overwinning, de Memorial Rick van Steenbergen, wat betekent die persoonlijk voor jou? Want ja, Rick van Steenbergen, naam als een klok natuurlijk. Ja, het is prachtig. Het is een hele tijd geleden dat de koers is ingericht geweest. En toen is het heel veel deugd om... Ik keek er eigenlijk naar uit, want vroeger passeerde die ook in mijn streek. Het parcours is nu een beetje veranderd. Maar het is hier zeker niet minder mooi om te koersen. Dus het is een zalig gevoel om deze erbij te kunnen schrijven op Palmares. Heel erg gefeliciteerd. Hele mooie wedstrijd. Proficiat. Dank je wel. Dries, ja, het komt eigenlijk allemaal uit. Hè? Want ze zaten met 3 dingen in hun hoofd. Hè? In eerste plaats de koers winnen. Maar in tweede plaats ja, dat klassement. En hij schiet maar een paar punten tekort om over... Baptiste Plankaart te wippen en dan tegelijkertijd ook nog voor die wildcard. Ja, als je met 3 paarden bezig bent, dan is het moeilijk kiezen. Hè? Ja, maar ja, de eerste 2 punten zijn het belangrijkste.
de winst, zegen, dagzegen. En het Europe Tour klassement. En daar zijn ze voor gegaan met de ploeg. En dat is ook uitgekomen. En als je dan in eigen streek zowel kunt winnen, u tonen. Ik kan me voorstellen dat dat. Ah, oké. Okay. Even Baptiste Plankard blijven. Heb je veel moeten rekenen onderweg? ik wist met Piotr, Havik en Dries de Monti voorop waren dat alles nog mogelijk was. En zeker toen dat bleek dat ze voor hem blijven, was nog spannend. In de finale was het rekenen. En zeker de laatste 2-3 kilometer was het een Noortje. Achtste worden, negende worden, tiende, negende. Dus het was nog spannend. Ja, Havik pakt dan ook de volle buit in die gouden kilometer, wat voor jou de zaken nog compliceerde. Ja, was misschien geen voordeel, maar misschien was het beter dat juist één iemand al de punten nam. En als het begon te spreiden, was het misschien nog ingewikkelder. Dus uiteindelijk kwam het nog goed uit. Was het moeilijk voor jou om die tactische keuzes? Ja, je moest reageren, je kon ook op een sprint speculeren, maar het was een loodzware wedstrijd, ook door de wind. Ja, het probleem was, waren ik maar met 5 gestart, waarvan de andere 2 ziek waren die direct stopten. Dan schoot enkel ik en nog 2 stagiairs over. En die hebben echt hun beste gedaan voor nog het gat zo klein mogelijk te houden. En dat was het in de finale aan mij, maar het was niet echt mogelijk meer voor de gat nog dicht te rijden. Wat betekent deze eindwinst in de beker van België voor jou? Uiteindelijk is het toch iets leuks om mee te nemen over een heel jaar gezien. Het zijn allemaal Belgische wedstrijden. En zoals je zei, dat zijn ook geen gemakkelijke wedstrijden. Dus beter dat dan niet. Je toekomst, kan je daar iets over vertellen? Je bent bewust een stapje teruggegaan van de World Tour naar pro-continentale formatie. Je blijft waar je zit? Ja, ik heb nog een contract voor een jaar, dus sowieso blijf ik bij die ploeg. En voor het moment voel ik me ook wel goed, dus ik heb geen reden om te veranderen. Ook kip lekker in die rol, meer verantwoordelijkheid op een of andere manier persoonlijk? Ja, ik kan de meeste wedstrijden mijn eigen ding doen. En nu ook nog met een heleboel jonge renners. Een beetje proberen te leiden en een beetje ervaring proberen door te geven. En dat vind ik echt wel leuk. Als je de Bingo Cycling Cup voor jou moet samenvatten, probeer eens. Het begon met Roeselare, die jammer genoeg afgelast werd. Dus hij was al een wedstrijd waar ik naar uitkeek. En dan Circule Wallonie en Zwievenhem, Marcel Kind, goed gereden. En dan, hoe was die andere wedstrijd? Aarschot, zat ik in een probleem. Schaal zelfs zat ik in een probleem. Dus uiteindelijk was het nog Kooskamp en vandaag om nog iets recht te trekken. En dat is gelukt. Proficiat met je eindwinst in de beker van België, Baptiste Plankard. Dank u wel. Even terug naar Joël. Als je dan in eigen streek kan schitteren, dat maakt het natuurlijk nog extra leuk. Ja, dat is altijd plezant als je een thuiswedstrijd kunt winnen of zo. Maar ik begreep, Dries de Bont is niet echt een Kempenaar, denk ik. Ook aan zijn dialect te huren. Nee, hij is geen echte Kempenaar, maar hij kent de streek wel zeer goed. Hij sprak ook over mijn streek. Ja. Ik weet niet waar hij precies woont. Weet jij dat, Dries, maar dat hij ergens woont? Nee, maar wielrenners hebben nogal vaak een heel grote streek. Omdat we gewoon op veel kilometers maken. En waar moet dat dan al naartoe rijden? Dus hij zal misschien eens een keer tot hier zijn gekomen met de fiets. En niet onbelangrijk, hier in de Kempen kan je nog fietsen. Daar is nog ruimte en daar is plaats om te fietsen. Ja, dat is inderdaad wel zo eigenlijk. Daar wordt toch wel redelijk wat inspanningen voor gedaan. En ik heb er te strak hier met een Dries ook nog over gehad voordat de koers begon. Dat we hier echt wel in het schoon streek zitten voor te trainen. En dat je alleen met de velo en dat je echt wel nog van die weggetjes kunt varen. Waar dat redelijk rustig is en zo. Hier nog eens kijken naar de eindsprint van Tim Merlier, die het ploegenwerk van Corendon Circus helemaal netjes afmaakte. En voor die punten gaat dat interessant zijn, hè, Dries, als die rekening gaat gemaakt worden. Die mannen scoren hier, hè? Ja, inderdaad. Ze hebben met de ploeg echt hun verantwoordelijkheid genomen, de renners dan. En ze hebben echt wel punten gescoord. Ook Jurgen van den Broek is ondertussen in ons commentaarhok komen postvatten. Het wordt hier lekker gezellig en lekker warm ook. Jurgen, we gaan van de gelegenheid dan ook gebruik maken om ook aan jou nog een laatste analyse en een laatste reactie te vragen over die toch wel schitterende overwinning van Dries de Bont. Ja, het was echt wel. We dachten eerst van de tweede groep gemakkelijk terugkomen. Dat bleek dan totaal te kantelen. En dan in het finale heel sterk een aanval en prachtig afgewerkt van de ploeg. Want die 4 man, ze waren eerst met een aantal meer, die vielen dan 1 voor 1 af. Maar die 4, die verstonden elkaar en die hebben toch wel een gave inspanning geleverd. Hè? Ja, ik denk dat je gewoon mocht zeggen dat de 4 sterkste van de wedstrijd waren. Dus als je het zo kunt afwerken, na een lange ontsnapping, met toch wel een dag met veel wind, dus dat kruipt ook in de kleren. En je kunt het dan op die manier afwerken en dan je ploeg moet nog tweede zijn. Ja. Ze hebben een dag gemaakt eigenlijk.
Die vier, maar ook het team. Ja, die vier en dan het team vooral ook. Een tactiek dat ze rondgespeeld hebben. Het is dus de ploeg van de wedstrijd. Want eens dat die weg waren en we hebben het de Belgische kampioen horen zeggen. Het verslag van de dag eventjes meepakken. Dat begon rond de middag in Beersen. Ja, we zeiden het daar straks al, hè, of daarnet zo wel, had het over die mooie wegen om langs te fietsen. Aardig wat kanalen, aardig wat meren waar het echt fantastisch fietsen is. Als ik reclame mag maken, dan ga ik het zeker niet laten. Ja, eigenlijk zie je dat zelf nooit niet op de fiets, hè? Dat is ongelooflijk. Met de helibeelden zie je pas de schoonheid. Zie je pas de schoonheid. Hier de kramp of het krampmoment van Koen van Hemeltvoort. Dat was een van de mannen die in die kopgroep zat en een van de eerste die moest afvallen. En dan de vier die het heel mooi afmaakte en een peloton, of wat daarvan overbleef, dat eerst helemaal uit elkaar gerokken was. En waar zich dan uiteindelijk nog twee groepen van verzamelden en dan van 35 langzaam naar minder en minder ging. Die konden onvoldoende de vuist maken, ook al omdat Corendon het spel van de ploeg zo goed speelde, hadden elke keer wel iemand mee, hè? Ja, Corendon had altijd overwicht in de koers. Die zien we de overwinning, jongens. Hè. En die hadden overal het overwicht en er was geen enkele ploeg die meer renners in een groep zitten had, dus. En zoals Jurgen het zei, de beste ploeg, de beste man van de dag heeft gewonnen. En dan ja, als je ploegmaat dat dan ook nog eens afmaakt met die tweede plaats. En dan die groepspurt voor de ereplaatsen achteraf wordt ingevuld door Tim Merlier. Dan is het helemaal koekenbak of pannenkoek. Dat is een woord dat we hier vandaag ook al een paar keer hebben horen vallen. De Memorial Rick van Steenbergen is terug van weg geweest. En heeft een mooie eindwinnen. We gaan kijken naar het eindpodium. Met Piotr Havik op de derde plaats. Piotr Havik. Tweede plaats is voor Jimmy Janssens. Ziet er heel serieus uit, Jimmy Janssens. Fries. Ja. Ja, de tweede is eigenlijk de plaats die je nooit wil hebben, hè, Jurgen. Olif? Tweede is eigenlijk de plaats die je liever niet hebt, hè? Zeker niet als je in de streek woont, zoals hem. Ja. Dat wint je natuurlijk liever. En, ja. Het was tussen twee ploegmaten, hè, met hetzelfde wereld als hij die wint. Voilà, de omhelzing. En een fles die veel te zwaar is voor Dries de Bond. Oh, een serieuze fles. Het is allemaal groot, hè? Als je die grote teddybeer, grote fles. Deze avond goed zat. Ja, ja. Feestje bouwen op Zilvermeer misschien. Wie weet. Wie weet. Als die fles leeg hebt, dan gaan we morgen toch wel kop aan hebben. Ik denk dat je de weg naar het Zilvermeer niet meer gaat vinden. Yeah. Memorial Rick van Steenbergen, Dries de Bond, Jimmy Janssens en Piotr Havik. Twee Belgen en een Nederlander op het podium. En dan nog een groot glas. Ook nog. Ga niet op. Voordrinken. Voilà, klinken. Is even... Ja, dat is niet meer dan Ippe. Hij neemt een stevige teug. Dat is... Ja, ons Belgen laten toch afweten. Ja, ja. Voilà, mooie beelden. Mag ik nog eens even iets zeggen? Ja, zeker en vast. Dingen wat een burgemeester, de Christophe, just aan dat beeldje, dat is een Arnhoekse Teloire lekker. En dat is het. Wij Arnhoekenaars zijn Teloire lekkers. Dus dat wou ik even meegeven. Ah, dat is Teloire lekkers, die likken hun bord uit. Ja, vroeger waren de Arnhoekenaars arm en dan likten die het laatste van hun Teloire op. Hè. Alright. Dankjewel. De bijnaam van de Arnhoekenaar is
De teloorlekkers. Zalig verhaal. Dankjewel, Chris, om ons dat mee te geven. Zoals de Binken in Turnhout, de teloorlekkers van Arendonk. Inderdaad. Schitterend verhaal. Nog een beetje champagne spuiten. En dan kan het gereken beginnen, hè, Dries? Van, ja. Wie heeft nu hoeveel punten en wat gaat dat tot gevolg hebben? Wie gaat die wildcard krijgen? Dus de komende dagen gaan we nog wel wat nieuws krijgen op dat vlak. Ja. Mooi beeldje van het podium. En u ziet het daar, hè? Veel volk hier in Arendonk. Ja, veel volk. Schone dag geweest. Ik vermoed dat Plankwaard ook nog wel zal gehuldigd worden als eindwinnaar van de Beker van België. Plankwaard die Jurgen niet gespaard is gebleven van de problemen, hebben we daarnet horen vertellen. Maar eigenlijk zeer regelmatig is gebleven in zijn uitslagen en daardoor dus op regelmaat, ja, win je een regelmatigheidscriterium. Ja, heel vaak. Hè. Het is niet altijd dat je heel veel wint dat je die klassementen wint. Het is gewoon regelmatig zijn over een heel jaar. Dat maakt zo'n klassement ook wel interessant en mooi. Ja, dat is een beetje zoals in de ronde. Hè. Als je dat regelmaat toont, dan je moet altijd mee voorin zitten, want anders lukt dat niet. Nee, dus daarom, je moet daarom niet altijd winnen, maar gewoon mee vooraan zitten en meedoen voor de prijzen. Voilà, hier is de eindwinnaar van de Bingo Cup, de Beker van België. Toch wel jammer dat er tijdens de koers geen speciale trui aan besteed wordt aan de leider. Ja. Ik zag wel dat hij rode rugnummers had. Maar dat is zo die waarschijnlijk duiden op een leiderspositie. Maar natuurlijk, een trui heeft meer aanzien. Ja, dat is zo'n detail waarvan je zegt van net niet genoeg om op te vallen. Als je een trui uitdeelt, dan zijn de renners ook meer geneigd om echt een doel van het klassement te maken. Was dat zo, Jurgen, ook voor jou? Ja, eigenlijk wel. Een trui dragen is toch altijd wel iets heel speciaals. En ik heb het één keer mogen doen met de pro's in tijdrijden. En dat is toch altijd wel een uniek moment om die te mogen aandoen. Hè. Ook al is dat een klassement, dat is toch altijd belangrijk ook. Dat is gewoon, ja. Wat is Plankaert, de eindwinnaar, de laureaat van deze Bingo Cup van de Beker van België. Voilà, rest ons niks meer dan afscheid te nemen en vooral heel veel dank te zeggen aan Dries van Gestel voor zijn analyse hier samen met ons en dan onze gasten natuurlijk. Chris Willemsen die hier van de partij was, Jurgen van den Broek, Joël Smets. Mannen, bedankt dat jullie erbij waren uiteraard. Ben Segers die weer en wint, maar ja, in zijn geval was dat een zondagritje op de motor heeft mogen beleven. Bedankt dat jullie er allemaal bij waren. Hopelijk niet de laatste keer en kunnen we volgend jaar terug van de partij zijn. En dan samen met u, beste kijkers, voor de Memorial Rick van Steenbergen. Maar dat zal die van 2020 dan zijn. Tot dan. Bye bye.